Middernacht, het is maandag 26 augustus. Renate Evers met het NOS Journaal. De Britse minister Haig waarschuwt dat het bewijs voor een gifgasaanval in Damascus in Syrië al vernietigd kan zijn. Hij pleit er dan ook voor om realistisch te zijn over het onderzoek van de VN-inspecteurs. Natuurlijk kunnen bewijzen in 5 dagen tijd vernietigd zijn, zegt Haig. Volgens de Britse minister wijst alles erop dat het regime van president Assad achter de gifgasaanval zit. President Obama heeft telefonisch gesproken met de Franse president Hollande over een mogelijke gezamenlijke reactie op het geweld in Syrië. De VN-inspecteurs gaan de komende dag onderzoek doen in de wijk waar woensdag honderden mensen om het leven kwamen. Assad heeft daarvoor toestemming gegeven na lang aandringen door de internationale gemeenschap. Dit jaar heeft een record aantal mensen het theaterfestival De Parade bezocht. Er kwamen zo'n 300.000 bezoekers. En niet eerder in het 23-jarige bestaan van het reizende festival werd dit aantal bereikt. Een woordvoerder van De Parade zegt dat de stijging vooral komt door het mooie weer deze zomer. Afgelopen avond was de laatste avond in Amsterdam. De Parade staat elk jaar in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam met muziekvoorstellingen, theater en dans. In totaal waren er dit jaar 74 verschillende voorstellingen te zien. De bestrijding van de brand in het Yosemite Natuurpark in de VS wordt bemoeilijkt door de harde wind. Windstoten wakkeren de vlammen aan en het vuur verspreidt zich snel. Inmiddels is ruim 500 vierkante kilometer van het Yosemite Park in de as gelegd. Een gebied groter dan de Noordoostpolder. 3 dorpen worden door het vuur bedreigd. De brand wordt bestreden door bijna 3000 brandweerlieden. Het plussen is moeilijk doordat de brand woedt in onbegaanbaar gebied. Het weer, vannacht opklaringen en de temperatuur daalt tot 1 graad of 10 en het kan nevelig worden. Overdag en dinsdag volop zon en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk. Beeld uitgeleid heb je dus op echtejanne.nl, mag ik zeggen. Maar dat is helemaal niet zo, want die wordt verbouwd. Dus als je naar ons wil kijken, en ik kan je vertellen, Jan ziet er prachtig uit. Zo! Moet je even kijken naar radio1.nl. Dus echtjanne.nl, die ligt eraf. Want dat was een moeilijk, de laatste tijd. En dus die wordt verbouwd. Nou ja, zoiets. In ieder geval radio1.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk nog steeds Echte Jan, dat alweer wel. Ja, Jan en Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald, zoals we allemaal weten. Dan ben je een van de grootste lulletjes rozenwaters van het land. Maar meld je doodleuk op Twitter dat je heus wel wil meeknokken in Syrië, waar de kogels je om de oren fluiten en het gifgas met golven over je heen komt aan de kant van de rebellen dus. Zoals G500 voorman, voor jongen, Siebert van Linden. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Oh, het is niet Rambo, het is Bram van Hooyek. Het unieke van GroenLinks is de combinatie van groen en links. Ja, de baas van GroenLinks wil knokken in Syrië. De pacifist is blijkbaar in Brammetje gestorven. En nu doet deze partij er natuurlijk helemaal niet meer toe. Maar het geeft wel aan hoe uiterst hypocriet de groene theedrinkers eigenlijk niet zijn. Want van Ooyik, die heeft namelijk zelf dienst geweigerd vroeger in het verleden. Ja, mensen. Maar die wil dus wel nu andermans kinderen een bloedige burgeroorlog insturen. En daarbij, wie gaan we daar steunen, Brammetje? De jongetjes en de meisjes van Al-Qaeda? Jongen. Wat een pannenkoek! Ongelooflijk. En een gigantische Johan ook. Ja, precies. Conceptmatig een Johan. Ja, nou, over conceptmatig Johan gesproken. Mark Rutte. Nederland heeft alles in huis voor een sterke toekomst. Daar werkt dit kabinet aan. En dat doen we door te hervormen, aan te pakken, maatregelen te nemen en koers te houden. Ja, dat is wat we aan doen. Ja, natuurlijk mag de prutpremier niet ontbreken deze week. De baas van het slechtste kabinet ever. Is naast onzichtbaar ook totaal ongeloofwaardig. En dat vinden wij niet. Dat vinden 73% van de Nederlanders. En wij trouwens ook. Ja. Geeft aan dat Rutte en zijn kliek falen in het aanpakken van de crisis. Nou. Ook het bedrijfsleven wil van Rutte af vanwege wanbeleid. En, ja. En is dus tijd om weer lekker bij mami te gaan wonen. Johan van het jaar. Op zout. Ja.
Zoiets toch? Wat veel emotie erin. Voor de rest, compleet onafhankelijk, riep de journalisten. Ja, en zonder mening. Objectief ook. Ja. Heel erg. Zeker. Koen van Veenendaal. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat de therapieën, de nieuwe behandelingen op tijd zijn om al die mensen een toekomst te geven. Ja, Koentje is een van de oprichters van het anti-kankerfietsevenement Alpe d'Huez. Oh ja, joh. Waardoor sponsoring miljoenen wordt opgehaald voor kankeronderzoek. Allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar nu heeft meneer Van Veenendaal een rekening van 160.000 euro'tjes ingestuurd. Door voor zijn werk eigenlijk. Terwijl iedereen het gratis zou doen. En nu vindt men daar, Koen, een ongelofelijke vuile ongelofelijke smerige kanker. Hey. En ze vinden Koen niet meer leuk. Jan, wat is dat om voor 160.000 euro? Ik vind het niet veel. Maar wat is dat voor? Waar komt die vandaan? Van die mensen die berg op en neer fietsen 12 keer? Ja, maar ze halen honderden miljoenen op. Ja, en 160.000 euro daarvan. En die man heeft daar een fulltime baan aan en die wil 160.000 euro. Denk ik, ja jongens, geef die man dat geld. Nou ja, aan de andere kant denk ik, ik zou ook wel een fulltime baan voor 160.000 euro willen. Ja, maar misschien heeft meneer Van Veenendaal enig talent. Oh, dat ja. Zou natuurlijk het verschil kunnen maken. Maar aan de andere kant, laten we eerlijk zijn, als je zegt dat je iets gratis doet, moet je het gratis doen. Ja, toch? Lijkt me ook. En onkosten 160.000 euro, hier en daar is een broodje gepakt. Vindt een hoop geld. Ja, is ook wel waar je bro. En ik bedoel, al die mensen die dat hele kanker. Dat tering boven hebben gefietst. En ze hebben laten sponsoren door de buren. Ja. Die zien zo dat geld in die vuile, smerige grijper van een Van Veenendaal. Want dat is het! Precies. Ja. Nou, goed, in ieder geval, Koen, als je luistert, doe er wat leuks mee met dat geld. Nou, ik hoop er wat moois van voor het vrouwtje. Bradley Manning. I am Chelsea Manning. I am a female. Given the way that I feel and have felt since childhood, I want to begin hormone therapy as soon as possible. Ik zei Bradley Manning. Oh, ja, wacht even. Was? Ja, klokkenluider Bradley Manning moet 35 jaar de gevangenis in. 35? Maar het wordt waarschijnlijk de vrouwengevangenis. Want hij schijnt helemaal gestoord geworden. Want hij is nu officieel vrouw geworden. Hij wil Chelsea heten. Nou ja, ik bedoel, het is niet goed voor je, klokkenluider. Zoveel kunnen we er wel nee, maar laat me even zo zeggen. Ja. Die Manning begon als een held, hè, want dat was ja, een klokkenluider. Ah, de man die het opneemt tegen het establishment. Wat, en dat hij zegt van ja, maar ik wilde dat de wereld dit te weten kwam. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, ik voelde me eigenlijk een beetje ongelukkig. Dus ik heb toen dacht je al van, nee, je was toch een held, of niet? En nu zegt hij, ja, ik ben eigenlijk niet alleen ongelukkig, ik wil gewoon een meisje zijn. Maar wat grappig is, stel je nou dat je geslachtsverandering, telt dat ook dat je dan een nieuw iemand bent? Dat je dan niet de 25 jaar de bakje moet dan? Waar, 35! Oh, 30, sorry. Nee. Wat een slechte vraag trouwens. Ja. Ik kan het je wel afvragen. Nou, in ieder geval is Bradley dan toch ook wel een onwijze Johanet. Ja, we hebben totaal geen Jan gehad. Nee, nou, dat is, maar wie weet komt het zo. Nou ja, laten we maar wat velden. Echte Jan of Johan, echte Jan. Hey! Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Ja, of Johan. Edzink is zakenman, maar dat is nu even niet belangrijk, want hij was namelijk van de Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie, toen van Ton. En dat is eigenlijk dan weer trots, geloof ik. Of in ieder geval een echte liberaal. En mogelijk snapt hij dus wat er in godsnaam mis is met rechts. Daar gaan we het over hebben vandaag. Maar eerst... Welkom, Ed. Ja. Want we zouden Ed zeggen, meneer Sinker. Deze hebben kwaad woorden en dan zeggen we meneer Sinker. Nou, dat hou ik in de gaten. Toep. Alles goed, Ed? Alles is goed. Mooi. We gaan het straks hebben over dat getijsem van de VVD. Die oplichters, die leugenachtige... Booslichten. Maar we gaan eerst even de actualiteiten doornemen. If you don't mind. Nou, Ed, we hebben het net al over gehad, over die vreselijke gifgasaanval. En nu wat? Nou, nu wat? We moeten het in feite overlaten aan het gebied daar. Er wordt weer gekeken naar het Westen om daarin te grijpen. Dan zijn daar twee dingen die mij erin opvallen. Ten eerste dat Nederlandse politici, notabene van voormalig pacifistisch socialistische partij, oproepen om daar in actie te komen. Terwijl wij zelf onze defensie volledig hebben afgebouwd. Dus dat is lekker. Het is niet alleen wat je net zei, je eigen zonen er naartoe sturen. Nee, het is de zonen van met name de Amerikanen er weer naartoe sturen. Ja, want wij hebben dat niet meer, hè, defensie. Wij hebben dat niet meer. Wij krijgen toch hier ook geen zenuwgasaanval in Amsterdam? Ik hoop het niet. Maar het wordt natuurlijk een beetje lastig dat als Brammetjes dag wel heeft, zegt hij, ja, we moeten het leger helemaal afbouwen. Want we gaan alleen maar om de meiboom dansen met madeliefjes in ons haar. En als het er even niet uitkomt, dan zegt hij, we gaan nu al godverdorie Syrië intrekken. Dat is lastig, hè? Dat is lastig. Jan?
Ja, dat lijkt een beetje op hinken op twee gedachten. Ja. Maar je was aan het woord nou ja, het andere punt is dat er niet zomaar heel eenvoudig daar een oplossing is of te zeggen wie er nou aan welke kant staat. Dus dat betekent dat je je ook nog eens begeeft in iets waar je eigenlijk de middelen niet eens voor hebt. Want tegen wie moet je nou eigenlijk strijden? Maar dat is toch een beetje het punt van GroenLinks, is dat ze zo wereldvreemd en naïef zijn dat ze daar nog niet over na hebben gedacht. Nou ja, wie er dan misschien wel over na heeft gedacht, dat is die jongen van Obama in Amerika. Die schijnt de hele vloot inmiddels op te stomen richting Syrië. Wat gaat hij daar dan doen? Niks. Waarschijnlijk gaat hij de vliegvelden bombarderen die er in Syrië zijn. Oh. Zodat in ieder geval Assad niet meer vanuit de lucht de opstandelingen kan stoken. Ja, dus dat bekende no-fly zone-achtige gedoe. Maar of hij nou daadwerkelijk ook met troepen in Syrië intrekt, ik denk dat de Amerikanen daar te verstandig voor zijn. Maar aan de andere kant, kijk, in Libië toen de tijd met die no-fly zone, ja, die Gaddafi had 3 oude geweren en een kameel. En een rotte mig, ja. En een rotte mig. Maar die Assad die heeft gewoon state-of-the-art shit uit Rusland. Dus ja, dan vliegen de F-16's ook weer naar beneden. Dus ja, waarom zou hij dan dat doen? Hij heeft er genoeg geld gestoken in het Midden-Oosten en geen flikker ervoor teruggekregen. Dus waarom zou hij het doen? Nou ja, de enige waar hij het zo voor zou doen is als hij zich aangesproken... Hij heeft zelf trouwens die positie gecreëerd. Hij heeft namelijk gezegd, dat is een rode lijn. Voor zijn geloofwaardigheid zou hij het nu in ieder geval iets moeten doen. Ja, de Amerikanen die houden natuurlijk niet van inmenging van hun troepen in plaatsen waar het niet... Maar ze vinden het ook weer niet goed dat ze niet het morele kompas van de wereld in handen hebben. Dus dan zijn ze ook alweer een op twee gedachten hinkend. Oh nee, ik zie toch niet een rode lijn door de uitzendingen. Ik trek een rode draad, trek je hier bij de tweede... Nee, maar weet je wat dat is? Kijk, die jongens gingen natuurlijk onder valse voorwenselen voor die massavernietigingswapens. Natuurlijk in Irak gingen ze ook de democratie brengen. Want die wilden ook van, ja, die gezellige mensen daar, die hartstikke leuk. In Afghanistan gingen ze dan die Taliban kopen. Ja, maar die heken is nu weer begonnen in Engeland. Nee, maar luister. Het is ook weer zo'n ding. Ze krijgen er geen flikker voor terug, die jenken. Want ze worden alleen maar meer gehaard. Dus je gaat er toch niet heen? Nee. Dat is misschien een beetje een cynische benadering. De enige methode om de boel maar laten uit te fikken daar. Nou, het erge is dat... Ja, dat is heel vreselijk, want dat gaat je dan toch weer tegen je westerse waarden. Maar het erge is eigenlijk de oplossing wel is om te zeggen, het zal eruit geziekt moeten worden. Of dat landen met heel veel geld in die regio van het Midden-Oosten daar zelf nou eens een keer maar die zijn zo sectarisch als de neten dan natuurlijk. Dan doen ze het niet. Nee, maar ik bedoel, kijk, als zeg maar dat vrije Westen ideaal van ons is, dat ze daar hartstikke leuk, gezellige democratie hebben. Dat wordt toch allemaal niet na te streven, want dat gaat niet gebeuren. Nee, maar volgens mij... waarom zouden we dan ingrijpen? Het is alleen maar vanuit het mensen. Het is een humanitaire ramp. Maar als binnen de VN er niet tot eenduidig beleid komt om in te grijpen, als in die regio rijke landen met middelen het niet willen gaan doen, waarom moet dan inderdaad toch weer de Amerikanen dit dan gaan oplossen? Ja. Dat kan helemaal niet. Nou, als ik Obama was, dan zou ik zeggen, jongens, zoek het lekker uit, joh. Maar het is vreselijk. Poetin is toch zo'n vriend van Syrië? Maar het hele verhaal is toch, omdat China en Rusland gewoon alles blokkeren in die Veiligheidsraad, kan je gemoemen. Weet je wat ik zat te denken, Ed? Maar nu krijgen we een stukje filosofie van de grote denkers. Hè? Ik hoop dat je het kan volgen, bedoel ik daarmee te zeggen. Wat komt die? Ik doe mijn best. Weet je wat wij nodig hebben? Nog een keer. Ja, kom maar. Koude oorlog 2.0. Oh, en waarom? Dus gewoon weer... Twee fronten, wij het Vrije Westen, Rusland en China zijn er gewoon weer het boze Oosten. En dan kunnen we elkaar lekker onder controle houden. Dan is er een stabiele situatie. Kopen zij wat raketten, doen wij nog wat raketten. En iedereen die zich daar dus niet mee wil, hè, dus die niet een partij kiest, die maken we koud. Snap je? Nee, maar luister, Koude Oorlog was top! Want? Duidelijk. Ja, het was wel duidelijk, dat is waar. Sta ik hier in eentje of zo? Je was inderdaad eenduidig vijandbeeld. En iedereen die niet wilde meespelen, die was sowieso de vijand. Zo'n Al-Qaeda had nooit bestaan. Nee. Want de Mujahideen, toentertijd, was voor de Jenke. Omdat ze tegen de Russen waren. Ja. En later, omdat er geen machtsblok meer was, zijn die Mujahideen Al-Qaeda geworden, Jan. Ja, nou ja, mooi. Hartstikke goed. Nee, leuk, Jan. Dankjewel. Verder. De Grieken, die willen weer geld. 10 miljard is het de vraag nu, Ed. En wat vind je daarvan? Moeten we dat maar weer doen? Of is het genoeg? Maar even voordat we daar door... Vond je het ook niet heel hoog filosofisch? Ik vond het heel hoog filosofisch. Dank je wel. Maar dat begreep je wel, dat ik het heel goed vond. Ja, ik zag je klikken. Ja, precies. Dus, Ed, 10 miljard in de Grieken. Ja of nee? Ja. Waarom? Ja. Omdat we nu eenmaal in die vicieuze cirkel zitten. Ja, maar kijk, wat is dat moment, nou zeg? Ja, op het moment... Voor wat een cynisme. Dit is nieuw VVD, Jan.
Kijk, het is een beetje van het niveau van... Ja, ik zit al een week op een fiets zonder zadel. Dus nou ja, die dag extra pijn in mijn reet. Nou, ik denk dat we nog wel meer dan alleen maar pijn in onze achterwerk krijgen. Achterwerk, hè? Zeg gewoon eens reet, man. Laat je nou eens gaan. Gooi je haar los. Ieder vogeltje zingt als hij gewekt is. Zo is het. Maar ik denk dat we nog wel meer pijn gaan krijgen wat dat betreft. Kijk, en dat is dus het probleem de hele tijd. Je kunt niet zeggen heel makkelijk van we geven dat geld niet meer. Zonder dat je dan ook uitlegt wat de gevolgen ervan zijn. Nee, maar dat is nog een bodemloze... is al steeds geweest. Maar het is een bodemloze put. De Griekse economie is een bodemloze put. Maar wij zijn het toch langzamerhand wel een beetje uit met ons economisch belang. Al die blui die daar poen hadden zitten, die hebben het toch nog zachtjes wel afgeroomd of afgeschreven. Dus we kunnen nu toch wel een keer zeggen, joh, zoek het lekker uit met je souvlaki. Nou, dat zou best kunnen dat die situatie gaat ontstaan. Maar ik geef dan wel iets anders te overwegen. Door het hele beleid wat wij de laatste jaren hebben gevoerd, en vooral met dit kabinet. Dat waardeloze kabinet. Gaan wij straks de situatie krijgen dat wij net als Griekenland geholpen moeten worden. En, je denkt, dus, als wij niet aardig zijn, dan zeggen ze straks tegen ons ook van... Oh, maar wacht even. Nou, wie gaat ons dan helpen? Nou, dat is de vraag. Niet de Grieken. Ik denk dat er niemand meer is. En je gaat niet nu de Grieken geld geven. Ja, als ze straks meer slecht bij ons gaan, gaan ze ons betalen. Ik zeg niet dat wij ook op die manier moeten worden geholpen. Maar zullen op een gegeven moment wel lopen wij uit de pas met de landen die nog sterk zijn in Europa. En gaan wij in een andere positie komen. Pleit je nu voor een Anschluss? Een Anschluss? Nee. Ja. Nou, nee. Kijk, mag wel hier, hoor. Kijk, nee, ik pleit niet voor een Anschluss. Want zo zit Europa niet in elkaar. Dat is om de culturele verschillen. Zullen altijd blijven voorlopig nog. En wij gaan niet meemaken dat we een soort Verenigde Staten van Europa gaan krijgen. Oh, ik bedoel eigenlijk gewoon samen Duitsland. Een aansluiting met Duitsland. Nou ja, Duitsland die gaat vrolijk door. En de vraag is of wij nog kunnen blijven aanhaken bij Duitsland binnen de komende jaren. Ik denk het niet, maar dat komt omdat zij 10 jaar of 15 jaar geleden zijn gaan hervormen. En wij zijn nu nog even in het bezuinigingsrondje. Over bezuinigen gesproken. Ja. De beursgang van ABN AMRO, dat was grappig, hè? Hebben we 30 miljard voor betaald voor die bank? Nou, Wouter Bos was er nog heel trots op, zei hij vandaag met zomer gasten. En we zouden toch een winst gaan maken. Nou, maar ik had me al rijk gereden. Ik zeg, schatje, dan krijg je die cabrio. Ja, zeker. En Wouter, die had dan weer een bank gered. En die kwam hier thuis. Weet je. Dat zei hij, zo'n vrezelijke flui. Maar whatever. We krijgen maar 15. Samsung gaat scheiden. Ja, dat doen we straks wel even, Jan. Ja. 15 miljard verlies op die bank. Dan zijn we toch genaaid? Ja, dat ligt eraan. Kijk, waaraan? Wat we niet meer kunnen zeggen is... wat was er gebeurd als de ABN AMRO zou zijn omgevallen? Er zijn twee mogelijkheden. Of het was hartstikke fout gegaan of niet. Men dacht toen de tijd het is fout gegaan. Ja. En vanuit die optiek heeft men het gered. Prima. Wat men alleen niet had moeten doen... is in die tijd gewoon liegen. En zeggen we gaan de winst opmaken. Kijk, je had gewoon moeten zeggen... dit gaat gewoon de belastingbetaler... heel veel miljarden kosten. We weten niet hoeveel. Maar dus jij bent dat van had mening, men moeten doen. Als we, hoor ik hier luid en duidelijk... dat ze het gewoon geweten hebben en ons willens... En weet. Dan de poupère. Dan de poupère. Gewoon met droge ogen. Ja. Nee, niet met Nederlanders. Zonder een beetje spuug. Dit is een investering geweest. Dan de poupère. Die zijn weerga niet kent. Nou, hier worden we allemaal rijk van. Ja, het is we volslagen belachelijk. Op een fiets zonder zadel. Het is volslagen belachelijk als er in een bankencrisis banken gered moeten worden. Om dan te gaan denken dat die met enorme winsten zullen worden doorverkocht. Hoe weet je dit eigenlijk? Het zit jezelf in de bank weer opgezet. Nee, helemaal niet. Maar ik ben een ondernemer en dat is ook een beetje gezond verstand. Kijk. Ja, even over gezond verstand gesproken. Want Woutertje Bos die was toen de tijd de beste minister ooit. Nadat hij die troep had gekocht. En achteraf gezien, hè, als je dat ook bijvoorbeeld bekijkt bij Commissie de Wit. Je hebt hier gelezen, hè? Nee, dat heet dossier. Ik dacht je krant las. Kwam je er eigenlijk achter dat die Belgen op een gegeven moment zeiden... Allee, doe maar 28 miljard hè. En toen zei Wouter, oké. En die heeft getekend. Waarom als je toch wat miljarden gaat uitleveren van... de belastingbetaler is eigenlijk niet jouw geld... stuur je niet een paar specialisten om te kijken wat die pleurisbende waard is. Want daar zit een grote fout. En ook nog trots zijn, hè? Van, wij hebben de kroonjuwelen van de bank. Hij is er nog steeds trots op. Ja. Maar kijk, als ik een Opel Manta ga kopen... dan ga ik dat ook niet voor 15 miljard doen, net. Nee, dat is niet zo'n beste auto. Nee, dat is lang geleden dat hij niet rijdt. Als hij niet rijdt, dan zal hij wel niet veel waard zijn. Ik zou niet helemaal weten hoe een Opel Manta eruit ziet. Maar het probleem is
dat zeg maar, je kunt wel zeggen, hij was dan de beste minister. Nou, ik heb al heel lang niet meer echt goede ministers gekend, maar dat terzijde. Maar het probleem is dat het in een hele korte tijd moest. En er zitten gewoon niet voldoende specialisten meer om die politici heen, om die ministers heen. Zeg, maar dus toch er was geen tijd om nog. Nee, nou ja. Maar er was dus geen tijd meer om echt te vragen naar kennis. En dan heeft men een beslissing genomen op basis van ja, het gebrekkige informatie wat dat betreft. Men kon het niet doorrekenen. Ik ga je zo overhuilen, maar eerst even iets anders. We zijn zo bij je terug, Ed, want deze show kent vele belangrijke rubrieken. Nee, ja. Je hebt net de luisteraar beloofd om het nog even over de scheiding van Samson te hebben. Oh ja. Dan moet je niet overslaan dan. Nee, je hebt gelijk. Wat vind je van de scheiding van Samson? Nou, dat is een persoonlijk drama voor Precies, hem. Precies, dat dacht ik ook. Nou, hij is bezig een revolutie voor... Nee, wacht even. Nee, maar Ed is ook spindokter. Hè? Oh, sorry. Nee hoor, helemaal had jij niet. Hem, had jij hem geadviseerd om te gaan scheiden? Nee, wacht nou. Ja. Ik ben geen spindokter, nee. Ed, wel. Ja, dat filmpje met je gezin, ja. Dat was dan niet handig. Want om dan nu te zeggen, allee, dit is een privé... Als je tegelijk je woordvoerster ligt te ballen, is het niet zo slim om een filmpje... Woordvoerster, als u dit hoort, Jan... Refereert niet aan u. Nee. Theoretisch. Nee, maar het punt is een beetje dat als je natuurlijk je gezin erin sleept... als je ze wil gebruiken voor zo'n reclamespotje van... kijk, ik ben de family man... En daarna zeg je, nou, die family is wel leuk... maar mijn blonde woordvoerster is nog net iets leuker. Ja, dat je daar op afrekenen wordt. Is dat wel of niet een blonde woordvoerster? Maar in ieder geval, snap je? Dan is het ook wel een publieke zaak. Nou, ik denk dat los van zo'n filmpje... de huidige maatschappij, elke politicus... iedereen die in het beeld staat van de camera... zijn privéleven ook een beetje publiek wordt. Ja. Dus dat staat los zelfs van dat filmpje. Wat alleen bij hem het probleem inderdaad is... is dat als je als family man vorig jaar staat... dat je dan nu wel een probleem hebt. En daar heb je wel, en dat ben ik niet... maar dan heb je wel een spindokter nodig om er goed uit te komen. Maar laten we eerlijk zijn, zijn goede vriend Mark Rutte... die heeft ons ooit voor de socialisten gewaarschuwd. En dat is nu... een socialist. Ja, dus ze blijken een beetje op elkaar. Nou, dat was die al hoor. Heeft hij ook een woordvoerster? Ja, wat zeg je? Heeft hij ook een woordvoerster, Rutte? Nou, dat is wel een grote grap. Daarin lijken ze dan weer net niet op elkaar. Oké, nou, mag ik nu verder met jou? Why not? Oké, doe dan maar nu La Vie en Rose meteen. De man op wie we de aankomende tijd moeten letten... is Halbe Zijlstra. De fractievoorzitter van de VVD is de enige in Den Haag... die iets kan doen aan het waardeloze kabinet Rutte 2. Natuurlijk dansen de VVD en de PvdA de tango van angst. Zijn ze tot elkaar veroordeeld omdat ze geen enkele behoefte hebben aan verkiezingen... waarbij de partijen zullen worden afgestraft voor hun waardeloze slechte beleid. Van de oppositie hoeven we ook niets te verwachten. Die zitten liever stil totdat de crisis is overgewaaid. En daarmee is ook gelijk duidelijk dat ze niets met het landsbelang hebben. Alleen maar met hun eigen belang. Enfin, we moeten kijken naar Zijlstra. Halbe ergert zich namelijk dood aan het totaal niet-rechtse, nog liberale beleid van zijn politieke baas Mark Rutte. En niet alleen hij. Binnen de fractie van de VVD bestaat steeds grotere ergernis over de koers van die baas. Liever gezegd, ze zijn hem zo langzamerhand liever kwijt dan rijk. Een paleisrevolutie is dan ook de enige mogelijkheid om een einde aan dit flutkabinet te maken. Een einde aan het premierschap van Rutte, want hij zal worden bedankt voor bewezen diensten en een bloemetje krijgen, waarna een enorme schop volgt. Ook ziet Zijlstra dat de VVD in de peilingen een enorme aantal kiezers verliest. En laten we eerlijk zijn, ik ga ook niet meer op de stelletje leugenachtige oplichters stemmen. Ja, of iemand moet opstaan en zeggen dat de partij geen zin heeft in dit beleid. Dat ze de stekker uit de Rutte en Rutte 2 trekken. Dan zal ik op mijn besluit terugkomen. Zijlstra heeft dus niet alleen de mogelijkheid iets te doen in het landsbelang... maar zeker ook in het partijbelang. Hup Halbe, wees een kerel en sta op! Ja, daar hebben ze een Nederlands woord voor uitgevonden en dat is kwaliteit. En weet je wat ik wel leuk vond? Hup Halbe wel geinig. Hup, Halbe, hup. Dat is laat het enige Leo niet in zijn hempje waar staan, je naar hebt geluisterd waarschijnlijk de laatste. Ja, de rest luisteren gewoon allemaal. Hoe dan ook, toen Rutte won van Verdonk, we hadden het even over hem. Toen was voor onze hoofdgast de maat eigenlijk wel vol. Hij had dus duidelijk een grote blik vooruit gericht. En hij is nu hier. We mogen hem geen spindokter noemen. We houden het voorzichtig op ondernemer en adviseur. En nou ja, toch wel bezorgd VVD-lid is het niet, Ed? Dat is zeker zo. Ja, hè?
Meneer Sinken. Oh jee, ik heb zeker iets verkeerd gedaan. Ja, maar als ik ga meneeren, dan ben je de Sjaak, Ed. Mag even, wat doet je momenteel eigenlijk voor de kost? Nou, ik ben ondernemer. Ik heb een aantal bedrijven. Wat voor bedrijven? Ik heb bedrijven in de detachering van personeel, het verloon van personeel. Een ander bedrijf is het ontzorgen van ondernemers, kleine MKB, met administratievoer en dergelijke. Ik heb zelfs ook nog een bedrijf met in fitnessartikelen, zowaar. En ik ben gestapt in een project voor een nieuwe thuiszorgorganisatie. Klinkt hartstikke saai, daar gaan we het niet over hebben. Ja, zeg, wat een saai. Maar daar verdien ik mijn brood mee. Zink is ondernemer. En dan denk ik, ja, dat kan van alles wezen, weet je wel. Dus ik vind het toch leuk om even ongeveer te weten in wat voor hoek het zich zit. Waarom gaat u niet meer op de VVD stemmen? Kijk, ik stem pas op de VVD op het moment dat die... daar zit ik al heel lang op te wachten en van alles proberen aan te doen. Op het moment dat de VVD vooral economisch weer een rechtse koers gaat voeren. Ja, dat is even een tijdje geleden, hè? Dat is heel lang geleden. Dat is al heel lang zo, niet meer zo. We hebben gehad dat toen uiteindelijk verdonk uit de partij werd gezet. Dat er werd gezegd, de rechtse vleugel wordt nu afgekapt. Dat werd gezegd. Maar ik heb eigenlijk die rechtse vleugel al sinds 1990 zien verdwijnen uit de VVD. En wie zit daar achter? Ja, ik wil net zeggen, waar is dat dan begonnen? En wie is die boef die dat doet? Nou, dat zijn meerdere boeven. Joris Voorhoeven? Nee, die niet. Die had niet zoveel in te brengen. Maar er is een generatie geweest. Onder andere een aantal Amsterdammers. Maar een generatie die zichzelf links-liberaal noemde. Die zijn in de 80e jaren allemaal in de Kamer gekomen. En die hebben ook altijd achter het idee gestaan van paars. Nou, op zich is dat best goed geweest in de eerste keer paars. Maar die mensen die zijn zeg maar doorgegaan als links-liberalen. En die hebben eigenlijk altijd een vrij sociaal-democratische gedachte gehad. Die hebben ze trouwens op een gegeven moment ook wel laten verloren gaan. Want wat ze namelijk in de gaten kregen, is dat toen ze de macht van de partij kregen, werden het eigenlijk bestuurders. Dus over wie hebben we het nou eigenlijk? Het is dat zijn de Kamerleden die toen waren. Dus dat is, nou, dat is Frank de Grave uit die tijd. Maar we hebben ook de Linschoters, Jortsma, Dijkstal was een hele linksliberaal die er was. Dus zijn een beetje allemaal, en dat zeggen mensen de namen die dan nu zo bekend zijn. Maar er waren natuurlijk ook mensen die binnen de partij wel bekend zijn, maar niet zozeer in de kijker zijn geweest van de Nederlandse kiezer. Nu hebben we nu Mark Rutte. Mm-hmm. Dat is ook een linkse jongen. Mark is een linkse jongen, ja. Hoe komt dat? Of tenminste, hoezo? Ja, ik heb geen idee. Nee, ik bedoel, het is misschien aangeboren, maar ik bedoel, hoezo is hij een linkse jongen? Nou, om te beginnen is niets, wat ook bij Mark, ook zijn eigen meningen, niets is voor hem, alles is vloeibaar. Dus dat betekent dat hij van alles kan zeggen. Als het gaat om zeggen, kan hij datgene zeggen wat men van hem wil horen. Het punt is alleen wel dat in alle daden die hij heeft gedaan, dat hij nergens ook met iets heeft laten zien wat zeg maar gezond rechts is. Alles is altijd gericht geweest op een soort sociaaldemocratie. En het een heeft toch met het ander te maken. Je schetst net het begin van een soort dynastie van links-liberale mensen. Nou ja. En die hebben dan kennelijk op de een of andere manier de macht binnen die partij overgenomen. Is er geen tegengeluid? Is er geen rechtervleugel? Nee, want zeg maar, er is binnen de VVD een hele sterke georganiseerde loyaliteit altijd. Omdat, en dat doet iedereen aan mee. Kijk, VVD heeft eind jaren 80 een trauma opgelopen in die tijd met Voorhoeven en zo. En toen was de stelling, jongens, we moeten elkaar niet meer aanvallen. Dat was een drama in Zwolle, ik weet het nog goed. En Hans Wiegel die daar binnen schreed. Het was één toestand. En sinds die tijd zegt men, we moeten het gezellig in de partij hebben. Dus bij het minste geringste zegt men, nee, niet degene die de macht hebben. Sluiterijen. Maar de groep waar ik het net over had, zijn eigenlijk hele middelmatige mensen. Geen van die mensen heeft met Nederland echt een goede visie gehad. Is ooit een goede minister of iets dergelijks geweest. Dus die middelmatige mensen, die kwamen wel aan die macht. En die dulden natuurlijk geen mensen die hun, in de schaduw kunnen stellen. Nee. Dus die hebben steeds georganiseerd om hun heen. Dat de mensen klopt. En mensen die ook niet zo goed waren. En die beloond werden. Dus men ging elkaar belonen. Dus, ik had het net over een pleisrevolutie wat nodig zou moeten zijn. Mm-hmm. Halbe Zijlstra is dat wel bekend als een rechtse jongen. Maar ja, misschien is die ook omkoopbaar voor macht. Maar is er een mogelijkheid dat er binnen de VVD op een gegeven moment gezegd wordt van jongens,
dit is gewoon PvdA-beleid dat we aan het uitvoeren zijn. En kennelijk niet. Ik heb daar geen zin in. Als iedereen in die partij ook links is, dan wordt het dus moeilijk, lijkt me. Nou, ik hoor dus dat er binnen de fractie wel hier en daar een beetje wat scheuren aan het ontstaan zijn. Maar ik heb zelf ook, ook zeker naar aanleiding van mijn artikel in de Volkskrant, Kamerleden gesproken die dan dat tegen mij wil zeggen, maar ook meteen erbij van, laat het niet weten dat ik dat ook zo vind. Dat ga ik dus ook niet doen, moeten ze zelf doen. Want ik heb tegen hun gezegd, je bent een volksvertegenwoordiger. Maar dan ben je toch laf dus, hond? Dat ben je zeker. Dus maar, kom er nou eens een keertje vooruit. Waarom zeg je niet dan gewoon hier van, nou, deze laffe hond zit dus in de Tweede Kamer? Oh nee, vind ik buitengewoon onfatsoenlijk. Dat doe ik niet. Ik vind dat ze dat zelf moeten doen. Ja, wees buitengewoon fatsoenlijk iemand zit. Nee. Hey, maar iets anders. Als er nou Rutte, die heeft ons allemaal toch weer gelokt. Hè, met rechtse praatjes, zullen we het gewoon maar noemen. Als je hem zo van tevoren hoorde voor de verkiezingen. Hoe kan het nou dat zo'n rechtsverhaal dan wordt gekookt in zo'n linksliberaal gedomineerde partij? Nou ja, omdat men op de een of andere manier of tijdens gewoon een campagne denken, denkt... Wat zou de kiezer willen horen? Ja, dat is wat de kiezer en dan doen willen we straks horen. Gewoon iets anders. Dat klopt. Want men is helemaal niet van die... Kijk, het is ook niet zo... Stel je nou eens voor dat er een hele sterke rechtse partij in Nederland was... Ja. En dat de VVD daarmee moest regeren. Die Rutte die gaat dan vervolgens luisteren naar die partij. Dat is natuurlijk wel zijn aard. En dat is de aard van die mensen die in de VVD zitten. Het zijn bestuurders die met iedereen gewoon mee willen besturen... want dan hebben ze tenminste zo'n baan. Ja, ja. Maar het probleem in Nederland is... we hebben dus geen rechtse partij. Maar u zegt ook eigenlijk al... dat ook al was Rutte niet met PvdA gaan samenwerken... dat linkse gevoel zat er toch al in. Bij hem wel. Absoluut. Blijkbaar bij de rest ook. Maar nou, bij niet, heel veel mensen wel, niet, ja, dat is klopt. Het niet gewoon zo dat Mark Rutte een doorzichtig boterhammenzakje is... en waar je het voor houdt, dan zie je wat erachter zit? Ja, wat bij Rutte 1 was hij in eerste instantie... ging hij zijn vingers aflikken voor rechtse mensen en weet ik veel wat allemaal. En toen deed hij een soort van act van, kijk, ik ben de rechtse jongen. En nu is het gewoon een linkse jongen. Ik bedoel, dat gaat best wel snel. Nou, hij is altijd een linkse jongen geweest. Maar er is iets geks aan de hand. Toen deed hij CDA-beleid en nu doet hij PvdA-beleid. Maar het gaat ook om die vraag die jullie net eigenlijk stelden van... ja, waarom gebeurt er in zo'n partij niet of waarom komt er niemand in opstand? Nou, dat is omdat de VVD de laatste 2 keren... de grootste partij in de verkiezing is geworden. Dus daarmee is ook een beetje... ja, dat is ook een beetje het drama voor Mark Rutte. Hij is natuurlijk geen leider en werd wel een premier. Ja. Nou, dat betekent dat de VVD dan eigenlijk zegt... ja, maar we hebben toch steeds gewonnen? En dat is eigenlijk net als een bedrijf, ik zeg maar als ondernemer... een bedrijf waarbij alles verkeerd is... maar die krijgen een hele grote opdracht van een klant. Dan is er geen enkele behoefte om nog iets te wijzigen. Want het gaat toch allemaal geweldig? Maar dan kunnen we toch tot het moment dat die klant of wegvalt... want de kwaliteit is niet goed. Want die zegt, ja, je levert me niet wat ik wil. Nou, dat heeft de kiezer nu ook. Dat bedrijf alsnog wordt weggevaagd. En dat men dan pas denkt... He? Dus het grote, het gaat eigenlijk terug naar de verantwoordelijkheid ligt bij Ivo Opstelten. Toen de Europese verkiezingen in 2010 waren verloren door Mark Rutte, wilde men allemaal van hem af. Ik heb dat op VVD-bijeenkomsten gezien. Stonden gewoon de Kamerleden en ook Hans van Balen stonden gewoon met elkaar te praten wie Mark moest opvolgen. En toen heeft Opstelten zich hard gemaakt voor Mark Rutte. Als dat toen niet gebeurd was en er zou andere keuze gemaakt zijn... Ja, dan zou het verdonken zijn geweest. Nee, die dan was toen al weg. Dat was al weg. Nee, okay. Die was al uit de partij. En dat zou ook niet de goede keuze zijn. Maar dan had het anders geweest voor die partij. Nu heeft men toch gekozen voor die Mark Rutte. En die ging dan vervolgens tot hun eigen verbazing en verrassing... tot 2 keer toe ook nog eens de grootste partij worden. Er is dus geen enkele behoefte om te tornen aan de mensen die momenteel de macht dus in dit partij hebben. Dus een partij die succesvol is met ideeën waar ze zelf niet achter staan... geleid door iemand waar ze eigenlijk vanaf wilden. Maar aangezien het allemaal goed gaat, houden ze het zo. Maar weet je wat ik niet helemaal begrijp, Ed? Een mooie samenvatting. Kijk, nou, ik heb er wel eens over nagedacht om een partij op te richten. Om een echte rechtse, slimme partij. Een weldenkende rechtse partij. Ik bedoel, want die is er niet. Wat je zegt, er is helemaal geen rechtse partij, want de PVV is ook niet rechts. Nee, de PVV is zeker niet rechts. Nee, nou ja, de VVD is ook niet rechts. Nee, nou, het enige wat er rechts is de SGP. Maar ik heb geen zin om op mensen die met een religie te stemmen. Dus dan houdt het een beetje op. En het CDA, dat is topverf. Nou, dus er is een gat op rechts, een gat in de markt. Waar ging je nou eigenlijk heen met mijn... Ik weet het niet, je ging een partij oprichten net nog. Oh ja, ja. Waarom komt die er niet? Nou, want jij niet opricht, denk ik. Het is heel moeilijk om dat zomaar te doen. En dat heeft te maken met het systeem, het partijenstelsel wat wij hebben. Nee, maar we zouden daar vanaf moeten. Als jij gewoon op een zinnige manier gaat uitleggen wat je met dit land gaat doen. Dus terugtrekkende overheid. De hele rattenpan. Hoef je helemaal geen extremistische troep. De eten in de slingers. Gewoon wel denken van nou, dit en dit en dit en dit en dit.
Ja, joh, dan zit je zo aan 10 zetels. Ja, dat is wel zo. Maar kijk, het punt is dat het altijd via partijen gaat. Waar jij het eigenlijk over hebt, is een systeem zoals we bijvoorbeeld in Engeland kennen, waarbij elke volksvertegenwoordiger zelf naar de kiezer gaat. Ja. En dan kunnen wij als kiezer, als iemand een zinnig verhaal heeft, kunnen wij als kiezer zeggen, nou, daar heb ik vertrouwen in, die kies ik. Maar dat doen we niet. We kiezen partijtjes. Dus als iemand zegt, ik begin een eigen partij, dan moet hij ook weer komen met die lijstjes en die dingen. En dan krijg je dat rumoer weer. Nou, dit is toch jouw partij nog steeds, die VVD? Je bent lid toch, geloof ik, zelfs of niet? Ja, ik ben lid, ja, goed. Zeker. Laten we zeggen, je meet het goed met die club. Ja. Hoe moet dat dan verder? Want ze worden weggevaagd. Als de verkiezingen komen, worden ze weggevaagd. Dat is duidelijk. Is dat dan, is die dreiging niet al genoeg om... Hoe hoog ben jij in die organisatie? Nou, laat ik het zo zeggen. Dus het is zeer begrijpelijk dat de mensen die de macht hebben in de partij absoluut niet... laat ik zeggen, daar kan ik niet veel goeds doen, om het zo te zeggen. Nee. Zeker niet als ik stukken in de Volkskrant schrijf. Maar mijn hoop is dus ook dat uiteindelijk datgene gebeurt wat door de actie van Opstelten door Mark Rutte zo te steunen, jaren vertraagd is. Namelijk dat er een andere leider komt die daar nou eens een keer de boel doorbreekt. Want uiteindelijk is toch het makkelijkste in ons politiek stelsel dat de VVD die rol van rechtse partij op zich gaat nemen. Wie zou die man moeten zijn? Ja, nou, dat is het probleem. Halbe. Die is er niet. Nou ja, kijk... Ja, die heeft ook een uitstraling van een kapotte koelkast. Ik ga sowieso niet namen noemen, want dan krijg je voordat je het weet, denkt men daar in die partijtop van dat je zo iemand steunt. En dat is dan niet goed voor nou, die persoon. Dat is nou de vierde keer dat je laf overkomt. Ben je nou een laf? Je bent toch niet laf? Nee, ik ben niet laf. Ja, een brief in de Volkskrant sturen, dat kan iedereen wel, hoor. Nee, Jan. Meneer Sinken. Ja, jij mag nu gaan uwen, maar ik ben niet laf. Maar ik ga niet mensen die zelf om wat voor reden ook niet durven of wat dan ook, ga ik hier niet een beetje lopen outen. Dat is niet aan mij, dat vind ik helemaal niet dapper. Ik kan toch wel zeggen, dat lijkt me een grote man of dat lijkt me een grote vrouw. Ed zegt net, als hij iemand aanbeveelt, ligt hij dus meteen verkeerd. Ja, dus maar laat ik dan zo zeggen... Zoveel macht heb je toch niet? Nee, ja. Ik heb dat helemaal niet. Maar je denkt aan Edith Schippers? Nee, ik denk helemaal niet aan Edith Schippers. Oh, dan denk ik heb wel een voorkeur. Ik heb wel een voorkeur voor iemand die ik wel een echt liberaal vind. En ook en niet direct zal worden gezien als de leider. Maar ik vind een hele goede politicus, vind ik Tamara Venrooy. Wie? Zij is de vice-fractievoorzitter van de VVD. Ik vind. Nou, dat moet je echt goed opletten. Zij zit ook nog niet zo lang in de Kamer. Maar ze is wel al vice-fractievoorzitter van de VVD. Ik vind haar namelijk een mooie combinatie. Namelijk op liberale punten, immateriële zaken, is ze heel liberaal. En ze heeft juist een gezond verstand. Wat zou kunnen helpen om die VVD naar rechts te doen. En dat is er één. Een ruggengraat van slagroom, net als de rest, of niet? Nee. Dit is een taaie tante. Moet zo zien, zij is VVD-wethouder geweest in gemeentes waar, laten we zeggen, christelijke partijen nogal sterk waren. Ja. En dat is wat tegenwoordig Zuidplas heet. Dus zij heeft veel te maken gehad op die immateriële zaken met tegenstand van christelijke partijen en altijd de rug recht gehouden. Nou, dat is toch ook wel weer aardig dat je dat hoort, dat kan bij de VVD. Ja. Dat je notabene vieze fractievoorzitter mee kunt worden. We praten straks met je verder, met je goedkeuring, Ed. En dan gaan we nog ook even over Rita hebben. Want je zei net dat Rita dan niet een goede keuze was geweest. Dan willen we het ook nog even over... Wat is dit? Oh, het is vandaag de dag van het romantische lied. Nou en? Ik zit verdomme nog meer in een zin. Hou je wat? Dat zeg je, dit is wel Frank Sinatra. Oh, dat is een beetje respect voor. Ja, die moet er ook niet doorheen kletsen. Ja, dat grapje is dus, dit liedje is dan The Lady is a Tramp. Ja, dat weet ik ook wel. En is dat leuk als contrast met het romantische liedjesdag. Kunnen we een klein stukje laten horen, want ik moet nog passen. Ja, doe maar even. Gaan we plassen. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games. With barons or earls, won't go to Harlem in ermine and pearls, won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her head, life without care. She's broke and it's oak,
hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at eight. She loves the theater, but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's so, why the lady is a snor. Nou, zet ja. Maar uit. Nou, wat leuk. Ja. Oh, ik moest echt eventjes de aardappels afgieten. Ja, leuk. Jongen. Ik zit er nog een beetje te tollen van, met Ed over het bedrog van de VVD. Dat ze gewoon een linkse partij zijn en een rechtsverkiezingsprogramma eruit gooien. En welbewust ons een rat voor ogen draaien, Jan. Het is gewoon getijzen, laat ik eerlijk zijn. Ongelooflijk. Laten we even iets anders gaan doen. Want volgende week is in Park de Hoge Veluwe het NK Beurlen. Wat is het NK Beurlen? Ja, en we bellen even met boswachter Rousselaer, Henky Rousselaer van Park de Hoge Veluwe. Ja, goeiedag, Henky Rousselaer. Goeiedag, Jan en Jan. Meneer Rousselaer. Beurlen is iets heel anders dan keurlen. Ja. Ja. Maar wat dan? Het is iets anders dan borrelen. Ja. Dat vroeg ja, even niet, hè? Dat, is het soms gooien met herten of zoiets? Ik zou het fijn vinden dat even aan het begin van het interview wij de grapjes maken en u dan de serieus. Als we een beetje halverwege zijn, dan kan het best. Dan vinden wij niet erg. Na vraag of drie dat u denkt, ik doe ook eventjes een geintje. Dat kan. Maar om nou gelijk ermee te gaan beginnen, nee, dat is niet nodig. Ja, maar, nou, wat is beurlen is dus geen curlen. Ook geen borrelen, maar die hadden we dus al gemaakt. Doe dat nou niet! Beurlen is dus geen curlen. Maar wat is het wel? Ja. Beurlen is de bronstroep van een edelhertman. Ja. Wat is dit? Doet u dit? Of doet de kabouter dit? Dit doet een edelhert. Maar zet u dat geluidje aan? Of wij? Of wij? Nou, volgens mij deden jullie dat. Hé, kabouter! Hou eens even op, man. Ja, ik wilde die man toch uit laten leggen hoe dat gaat. En nu, de hele verrassing is eraf. Hé, blijf met je kleine rotpootjes van dat ding. Sorry, meneer Rousselaer. Dat is mag de kabouter. Mag ik zeggen? Henk, luister. Beurlen, dat is dus een blokroep van een eland. Als je er maar af blijft, kabouter. Of een rendier. Nee, een edelhert. Een rendier. Luister, maar wat is daar dan mee? Want er is dus ook een Nederlands kampioenschap in. Wacht even, Jan. Oh. Er is een Nederlands kampioenschap. Dat kunt doen die herten. Het is niet dat je dan herten bij elkaar roept en zegt, doe jij eens beurlen. Dus mensen doen dat, hè? Nee, precies. Dit is een soort van talentenjacht. Ja. Mensen die het leuk vinden om zeg maar zo'n bronsroep van een edelhert na te doen. Ben je dan niet een beetje gek als je het leuk vindt om een bronskreet van een edelhert na te doen? Ja. Zou je kunnen zeggen. Ik denk dat een heleboel mensen het wel een beetje gek vinden, maar de mensen die op 1 september komen, die vinden dat helemaal niet gek. Waarom is het op 1 september niet gek dan? Nou, omdat het NK dan is. Oh. Nou ja, okay. Precies. Ja, heeft u dat verzonnen? Dat komt toevallig uit mijn koker. Ja. Wat is er met uw koker aan de hand? Dat dit soort rare dingen eruit komen? Nou ja, kijk. Nee, luister. Je bent natuurlijk wel eens in voor een grapje. En wij hadden het al eens gezien bij onze oosterburen. Bij de moffen. Ja, natuurlijk. Ja. Dan vind ik het wel weer een keer goed, hoor. Die doen dat met een groot fanatisme. Ja. En wij dachten juist... Maar die doen alles met een groot fanatisme. Dat weten we wel, hè? Maar ook het nadoen van het beurlende edelhert. Nou, ik ga er meteen even door, meneer. Maar weet je wat een grote grap is? Nee, ik wacht helemaal niet, Jan. Nee, wacht wel. Nee, ik weet wil je wat? Nu, het idee is een beetje. Doet u zelf ook mee, ja toch? Ik doe zelf niet mee. Ja, natuurlijk wel. Dan mag je nu even een demonstratiebeurl doen. Ja, nu. U? Dus die meneer kan een beetje... Henk, niet gewoon Henk. Oh. Maar mag ik dan wel even stilte? Ja, natuurlijk. Ja. Jullie zitten er constant doorheen te kwekken. Ja, nee, maar dat komt door de kabouter. Oké. Geef even nu stilte, hè. Kom maar. Ja, even stilte, dan komt hij. Wel opschieten. Nou,
Nou, wat vind je ervan? Dat lijkt wel alsof hij heel erg klaar komt. Heeft hij zwaar getafeld? Nou, nee, dat kan niet tijdens het burrelen. Nee? Volgens mij heeft hij een uizoek gegeten. Er is namelijk ook nog iets leuks te vertellen over het klaarkomen van edelherten. Maar het komt zo. Oh, leuk. Ja. Klaarkomen van edelherten. Ja, is leuk. Maar wacht even. We hoorden dus net boswachter Henk dit doen. Ik weet niet wat die scheurde denken. En de kabouter nu... Ja, god. Kijk, was dus dat is toch iets heel anders? Ja, dat is iets heel anders. Ja. Want u lijkt meer een soort oude Kawasaki en de kabouter die zit een koe aan. Oh nee, niet. Dat lijkt toch wel. Kan jij dit, Jan? Zet uit! Nee. Kan jij dit? Nee. Ik kan wel een koe. Zal ik een koe doen? Doe eens een koe. Probeer. Dat is een koe die... Een koe die heeft geen bronske. Overigens ook geen zware check. Dus die edelheid doet dit, hè? Dat burlen. Ja, dat klopt. Een rood zware check. Nee, maar ik zei net. En dan worden daar die vrouwtjesherten dan botergeil van of zo? Nou, niet zozeer hoor. Die herten die doen dat eigenlijk meer van om te zeggen: van jongens, ik ben er klaar voor. Klaar voor de strijd. Ik ben er klaar voor! Ik ben er klaar voor! Dat is wat hij zegt. Het is eigenlijk een soort SpongeBob met een gewei. Sorry. Op het moment dat ze dan, zeg maar, vrouwtjes in de buurt hebben... Ja, dan gaat het natuurlijk gebeuren. Ik moet eerlijk zeggen... Vrouwtjes die denken, Henk is er klaar voor. En dan... Werkt het bij uw vrouw ook, Henk? Ja. Dat als je dat doet, dat ze... Nee, maar ik dacht even, edele hert heette de Henk, zeg maar. En dan bij ons heette sommige herten heette Jan. Ja, nee, maar ik luister... Ik moet vaak zeggen... Nee, maar in het café, hè... Ja. Doe ik dit op een menselijke manier? Want dan doe ik mijn arm een beetje uit elkaar, dat ik breed luik. En dan ga ik moeilijk kijken en dan denk ik... Hey, lekker in wijf. En dat is bijna hetzelfde. Ja. Kom eens even lekker bij me op mijn schootje zitten. Dat is bijna hetzelfde. Ja. Kabouter! Nou, en nog even over het klaarkomen van het edelhert. Heb ik nou goed begrepen dat... Wil je misschien een lekker biertje van me? Dat ze al na een halve minuut klaarkomen, maar wel 30 keer achter elkaar. 30 keer achter elkaar, een halve minuut klaarkomen? Ja. Godskoleren, wat een... Nee, die edelhert gaat er dus op de hinde, zo heet het vrouwtje. En dan komt hij al na een halve minuut klaar. Maar dan kan je dan wel 30 keer achter elkaar. Dat concept ken ik niet. Ja. Nee. En dat gaat echt de hele nacht door. En gaat hij dan tussendoor weer burlen of niet? Ja, zeker. Kijk, zeker, want dat moet hij wel doen, want hij moet natuurlijk naar zijn concurrenten moet hij laten weten dat hij de baas is. Ik ben hier de burler. Meneer Henk, als hij dan dus 30 keer, doet hij dat 30 keer op dezelfde? Dat kan. Maar wordt het dan niet een beetje een drassig zootje als je 30 keer bent klaargekomen? Ja, goed, maar er zit wel een poosje tussen hoor. Er zit wel opdrochttijd tussen. Want op een gegeven moment wordt het een beetje geklieder dat je dan voor de 29ste keer die kwak weer... Dat is toch een zootje? Lekkere witte wijn of een biertje? Drink je wat van me? Je kan het dus niet. Nee. Jullie hebben een aardige stem. Ik zou me maar opgeven voor... Wat is de hoofdprijs eigenlijk, Henk? Dan mag je een hinde naaien. 30 keer neuken. 30 keer achter mag je een hinde. Krijg een emmertje. En dan mag je hem zo achterin in den hinden schuiven. Oh, vind je dat lekker, Hintje? Nee. Nou, leuk. Is er een prijs in beker? Een wisselbeker. Een wisselbeker voor de beste burger. Er is inderdaad een wisselbeker. Kijk. Dat klopt. Zie je? Is er ook een... is de hoofdprijs is een nachtje slapen op het Nationale Park Toog. God, dat is in één keer een reden en mee is te doen. De inschrijving nog open en waar kunnen we ons inschrijven? Ja, en is er een EK? Nee, want als ik dan het NK win, dan wil ik dan ook naar het EK. Ja. En als ja. En waar wordt dat gehouden? Want dan begint het interessant te worden. Braunschweig. Waar dat EK gehouden wordt, weet ik nog niet precies. Maar ik denk dat binnenkort wel gaat gebeuren. Mocht ik daar achter komen, laat ik het jullie weten. Ja, maar nu even laten weten, Henk. Nog even, waar geven we ons op voor het NK, mochten we dat alsnog willen? En kan dat nog? En wanneer is het 1 september, zei je? 1 september op een zondag. En tijdstip is van 3 tot 5. Dus, en dan praat je er doorheen. Nee. Het opgeven kan via onze website. Dat is www.hogeveluwe.nl. Leuk. Nou, www.hogeveluwe.nl. Ik heb het nooit geweten dat edelhert zo'n woesteling is. Ja. Sta even te kijken. Zeg meisje, pak eens even je jas, dan gaan we naar huis. Zijn dat ook die herten die we allemaal afschieten en nou gaan deporteren naar Roemenië? Afschieten en deporteren. Ja, dat zijn weer andere herten, Jan. Dat zijn echt weer andere herten. Ik vind trouwens dat ze elk dier die 30 keer achter elkaar... Daar moeten ze standbeeld voor maken. Dat dacht ik wel, ja. Die ga je er niet afschieten. Die geef je een medaille.
Hier heb je de medaille. Hoeveelste keer ga je er nu op? Oh, dit wordt nummer 28. Ik ga dat net zo wel vol sausen met mijn lauwe warme hertenpap. Sorry. Dag Henk. Henk, bedankt. Heren. En we zien elkaar in het bos. Want ja, daar graag. Wacht u. Fijne nacht. Snapt u? Want dat bos... Dan, daar wacht goed, u. Dag Henk. Dag Henk. Echte Janne. Ja, ondernemer, fan van Rita Verdonk en een echte liberaal. We vragen Ed Sinke of hij nog steeds trots op Nederland is. Ed, ben je nog trots op Nederland? Nou, even, wacht even hoe ik dat nou moet beantwoorden. Ik wil niets te maken. Het bestaat ook niet meer, geloof ik, met trots op Nederland. Dus dat is voorbij. Was het niet gefuseerd met die fantastische club van Hero Brinkman? Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ben ik trots op ons land? Nou, wel op de potentie die er is, maar niet op hoe het momenteel in ons land gaat. Nee. Mooi, wat wouden we namelijk vragen. Wat is er nu volgens jou dan fundamenteel en structureel mis met Nederland? Op het moment is iedereen maar afhankelijk van de staat en iedereen is maar zielig en iedereen wordt zielig verklaard. En we hebben geen enkel weerbaarheid of wat dan ook meer. En daarnaast vind ik dat mensen die, laten we zo zeggen, je hebt een enorme nivelleringskracht. Niet alleen financieel, die natuurlijk door de socialisten wordt gedaan, maar ook op het immateriële vlak. We willen niet meer dat mensen presteren of wat dan ook. We zouden eigenlijk zuinig moeten zijn op mensen die nog geld verdienen, iets verzinnen, innovatie hebben in ons land. En in plaats daarvan gooien we die vol met regels. Of we laten ze kopen door Amerikaanse of Chinese bedrijven, zodat ze hier uit het land vertrekken. Of we belasten ze zodanig dat ze ermee stoppen. Dat betekent dat iedereen afhankelijk is van de staat. Voor een groot deel werk je voor de overheid. Voor een ander groot deel zit je in de sociale zekerheid. Ben je ziek, zwak of misselijk en dergelijke. En dat vinden we allemaal op de een of andere manier maar heel normaal. Het gekke is dat in de sport, daar begrijpen we het wel. Want als je zou zeggen tegen een wielrenner van, nou, jij bent zo goed, doe jij maar een rugzak met steen op als je naar boven gaat. Ja, dan dat vinden we belachelijk natuurlijk. En dan zeggen we, ja, die man die raakt gedemotiveerd. Die zegt, ik ga helemaal niet meer fietsen, doe het zelf. Maar is het nou het probleem zeg maar, van, hè, want wij geven Rutte 2 overal de schuld van, wat natuurlijk uiteindelijk ook gelul is. Want die hervorming hadden ze het 15 jaar of 10 jaar geleden moeten doorvoeren. Zeker. En daarom gaat het nu in Duitsland een stuk beter. Omdat ze dat daar wel hebben gedaan en dat doen wij hier nog steeds niet. Maar kijk, Rutte 2 heeft het altijd over het consumentenvertrouwen moet beter, koop een auto of een huis. Maar ze doen niets anders dan geld afpakken. Want één grote rooftocht is ja, natuurlijk. Ja, dat was een stuk van jou. En wat je dus krijgt, is dus dat je dus gewoon de consumentenvertrouwen wordt elke dag minder. Omdat je dan op een gegeven moment denkt, ja, luister, die mafketels in Den Haag zeggen dat ik allemaal dingen moet kopen. Maar ik denk het geld wat ik overhoud, dat jatten ze nog eens een keer extra weg. Ja. Dat is ook de rugzak van Ed, denk ik. De rugzak op de wielrennen. Ja, dat weet ik ook. Ja, maar de mensen die zeg maar werken en de mensen die geld verdienen, ja, die krijgen inderdaad maar continu stenen in die rugzak, want ze zijn zogenaamd zo sterk. Maar, kijk, om te beginnen, de reden dat politici, met name onze premier, dit soort dingen zegt van koop dan alsjeblieft. Dat is omdat ze het zelf niet weten. En ze zitten eigenlijk te hopen op een soort automatisme wat vroeger was. Namelijk, je hebt hoogconjunctuur en laagconjunctuur. Ja, ze zitten te wachten tot die weer omhoog gaat. Maar jouw punt van dat men al veel langer dit had moeten doen. Ja, men had toen de tijd in die paarse kabinetten al de hervormingen moeten doen. Daar het geld klotste tegen de muren. Dat hebben ze allemaal uitgegeven. Ja, dat is dat verhaal met het dak repareren als de zon schijnt en zo. Kun jij niet ook woedend worden op het feit dat er constant ons bezuinigingen worden beloofd? Kortom, een krimpende overheid en niet lastenverzwaringen, zoals we het telkens krijgen. Ja, want jij hebt dat zelf in je stuk aardig uit elkaar geraveld. En dat vond ik zeer inzichtelijk. Dat is toch schande? Ja, dat is zeker schande. Want kijk, als namelijk je in het verleden niet die dingen hebt gedaan waardoor we nu er beter voor zouden staan, dan moet je nu wel ten eerste komen met op welke wijze ga je het veranderen? Wat ga je aanpakken? Nou, dan zeg ik al, dan kunnen Partij van de Arbeid en de VVD niet in één kabinet zitten. Want dat moet uit elkaar lopen. Want er moeten harde keuzes gemaakt worden. Als het geld op is, betekent dat je keuzes moet maken daar waar het meeste uitgeeft. En de PvdA gaat dus keuzes maken. Gezondheidszorg, sociale zekerheid. Voor de Partij van de Arbeid is iedereen zielig. Dus die worden afgerekend op het moment dat zij keuzes die gemaakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld in de sociale zekerheid, ook daadwerkelijk zouden doen. Geldt ook voor hervormingen die noodzakelijk zijn niet genomen worden.
Allemaal punten dus eigenlijk waarvan ik stel, in deze crisistijd heb je eigenlijk een rechtse partij nodig met een leider die niet door iedereen aardig gevonden wil worden, die gewoon zegt, mensen, het geld is op, we moeten nu harde keuzes maken en dit zijn degenen die ik je voorleg. Ja, wat, dat gebeurt dus. Wat mij nou zo opvalt, hè, is dus dat die mensen die komen dan van school af en die denken op een gegeven moment, weet je wat, ik word politicus. Dat is leuk. Ik wil volksvertegenwoordiger worden. Want dan, nee, dat denken ze niet, denk ik, hoor. Nee, maar ik probeer nog even de naïeve kant. Hè, van dan ga ik proberen om dit land beter en mooier te maken. En dan dat het voor onze kleinkinderen en kinderen goed is. Volg je me nog, Ed? Ja, nee, maar je zit me zo wazig aan te kijken. Nee, ik hoor bekende dingen. Ja, maar, en wat gebeurt er dus? Nou? Helemaal niks! Want de oppositie, kijk, want Rutte in zijn kabinet is natuurlijk vreselijk, maar de oppositie die wil helemaal niet het tokje overnemen. Ik denk dan dat je daar zit en je denkt, wat een puinhoop maken die twee socialisten ervan. Het moet beter, het moet anders. Ik pak het stokje over, want ik kan dit land wel leiden. Dat willen ze helemaal niet, want ze denken, ja, allemaal lekker die crisis uitbranden. Worden wij ook gedecimeerd straks. Dus er zit helemaal geen enkele vorm van ideologie wil ik niet eens zeggen, want dat vind ik altijd een beetje engig. Maar er zit helemaal geen drive om iets te doen voor dit land. Het is echt, Den Haag is niets anders dan wat een carrière. Wat had Rutte eigenlijk moeten zeggen, Ed, toen de enige keuze die hem overbleef blijkbaar was dan samen gaan. Moet Ed hier dan niet even op reageren? Dat is een mooi referaat, vond ik het. En dan hij wist, het enige wat kan is met PvdA, maar dat doe ik niet, want dat is de vijand. Ja, kijk, als je... Iedereen als zegt dat raar is. Want je moet die twee grote partijen moeten toch bij elkaar. Hoezo moeten die bij elkaar? Dat zijn doodsvijanden. Dat klopt. Wel als je inderdaad vanuit je eigen achtergrond zou gaan regeren. Ja. Wat dus nu niet gebeurt. Nee. Dus zeg maar, nu is op het moment de balans weg. Want je hebt het over de oppositie. Hij had het toch meteen op moeten blazen. Dat kan niet. Dan gaan we terug naar de stemlokalen. Nee, maar dat zegt als je de oppositie voor macht ook gaat wel. Ja. Die zeggen, ja, nee, maar niet weer verkiezingen. Want er moet geregeerd worden. Nou, als er geregeerd moet worden, is er door iemand die de positieve kant opgaat. En we worden nu geregeerd door iemand die het alleen maar het slechter maakt. Dus dan hoeven we toch niet geregeerd te worden door die pannenkoek. Maar we moeten één ding niet vergeten. Het is niet alleen de persoon Rutte. Het is het hele kabinet. Het is ook de Partij van de Arbeid. Die een vicieuze cirkel voor ons land hebben gecreëerd waar we voorlopig niet uit zijn. Dus het wordt nu alleen nog maar slechter. Nee, we focussen even op de VVD. Want de Partij van de Arbeid is altijd slecht geweest. Nee, dat is goed. De VVD had dus ook dit nooit zo mogen doen. Dus dat betekent dat je nu moet zeggen, oké, in de shit situatie waarin we zitten, moeten we dus nu een aantal keuzes maken waarbij we uit de vicieuze cirkel gaan van de overheid geeft weer te veel geld uit, dan gaan we het bij de burger halen. Die knijpen we dan nog meer af, dan valt toch weer die overheidsinkomsten tegen, ja, moeten gek, we nog meer halen. Kan het nou? Dan moet je dus uit. Niks van. Dat betekent dat je... Dat snapt zelfs Rita Verdonk nog. Ik denk dat iedereen dat zou moeten snappen. Maar denk je Rita ook? Ik denk Rita ook, ja. Want is het niet tijd dat we zo'n machtige vrouw neerzetten? Nou, zij was helemaal niet een machtige vrouw. Oh, die stonden we achter haar. Dat bleek wel toen zij minister was op haar portefeuille. Toen was ze zeker machtig en dat heeft ze toen ook waargemaakt. Maar de Nederlandse Thatcher, zoals ze zichzelf zag? Nou, dus ze was niet de Nederlandse Thatcher. En waarom niet? En dat is ook meteen mijn grote kritiek op alle politici die nu rondgaan. Wat men ook allemaal vindt van Margaret Thatcher, positief of negatief. Nou, was een vrouw met ballen. Het was een vrouw die niet alleen ballen had, wat we zo belangrijk vinden, maar ook inhoud. Zij had wel die visie. Zij heeft al... Verdonk had geen visie? Eerste, nee, die had ze niet. En die vind je nergens in de politiek. Daar was Verdonk niet uniek in. Maar waarom bent u dan altijd zo lang achter te blijven staan? Nou ja, ik heb me ook wel vergist op ja, maar om het maar zo te een zeggen. Een lege huls, na een week weet je het toch? Het was een van mijn punten wel, waar ik moeite mee had. Maar er was ook geen alternatief, want er is niemand met inhoud. En nee, begrijp ik wel, dus maar is, waarom ga je dan zo'n huisvrouw staan dan? Om mijn punt te maken, mijn verschil is dus, mijn punt is dat een vrouw als Thatcher, zoals eigenlijk vrijwel alle Engelse politici, al vanaf het eerste moment dat ze in 59 in het parlement is gekomen, is ze dat op basis van haar visie, haar standpunten, de inhoud waar ze voor stond. En toen ze uiteindelijk de macht kreeg, is ze dus op basis van die inhoud en op basis van vrouw met ballen, maar je zat heeft ze dat land van de poorten van de hel weggesleept. Maar jij was toch nog steeds bij Rita Verdonk toen zij de Wikipedia-democratie wilde invoeren? Daar ben ik altijd buitengewoon op tegen geweest. Die ik zijn vind van, het namelijk grote kerel. Roep maar wat u wilt, ja, dan doen dat we dat. Weet ik, dat vond ik ook... Over visieloos gesproken, ja, absoluut. Samen kraken. En het punt is dat op het moment dat je gaat zeggen, nou, het volk moet het maar zeggen, dan krijg je natuurlijk 1 miljoen reacties van 1 miljoen mensen. Terwijl in feite wat we allemaal willen is dat
er iemand is, maar wel met inhoud en een charisma die we allemaal ook geweldig vinden, van wie we vertrouwen dat hij het probleem oplost. En die gaat ons dan overtuigen van op welke manier dat moet. Dat zou wel dus fijn zijn. Dus ook wat nu nodig is, we zullen nu echt harde keuzes moeten maken. Heeft u die lasagne wel eens gegeten? Want Rita Verdonk is hier wel eens de gast geweest. Zei ze dat ze lasagne, het allerbeste lasagne kon maken. Omdat ze nu gewoon huisvrouw is, zegt. Dat is waar. Ja, maar heeft u... Ja. Ik heb nog nooit lasagne bij haar gegeten. Nee. Ze haalde altijd eten, dus het is ook nog een waardeloze huisvrouw. Ik weet het helemaal niet. Misschien in die tijd was ze ook minister. En ze was... Eerst wat ik gedaan is lekker eten in een duur restaurant, hoor. Ja, dat dacht ik ook. Maar als je die togens natuurlijk... Ja, misschien wel. Ja, goed, in ieder geval, het is 1 uur, dus we gaan even naar het nieuws. Zo we is zijn het maar terug met de echte Jannen, met Ed Zinken. En dan gaan we nog even beleid hebben over voor Nederland. Het stand van het land. 1 uur, nu. Nee, bijna. Nee. Nu. Ja, oh god. 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De Britse minister Haig waarschuwt dat het bewijs voor een gifgasaanval in Damascus in Syrië al vernietigd kan zijn. Hij pleit er dan ook voor om realistisch te zijn over het onderzoek van de VN-inspecteurs. Volgens de Britse minister wijst alles erop dat het regime van president Assad achter de gifgasaanval zit. President Obama heeft telefonisch gesproken met de Franse president Hollande over een mogelijke gezamenlijke reactie op het geweld in Syrië. De VN-inspecteurs gaan de komende dag onderzoek doen in de wijk waar woensdag honderden mensen om het leven kwamen. Assad heeft daarvoor toestemming gegeven na lang aandringen door de internationale gemeenschap. Het kabinet geeft de komende dag meer duidelijkheid over de toekomst van schaliegas in Nederland. Minister Kamp komt dan met een rapport over de omstreden gaswinning en geeft daarna een persconferentie. De 3 gemeenten waar proefboringen gepland staan, Bokstel, Haren en Noordoostpolder, spreken later met de minister. RTL Nieuws meldde vorige week dat in een geheim rapport staat dat de winning van schaliegas veilig kan in Nederland. Tegenstanders vrezen dat kan leiden tot onomkeerbare schade in de grond. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam roept het kabinet op om een officiële klacht in te dienen tegen Rusland wegens schending van de mensenrechten. Hij deed dat tijdens het To Russia With Love concert op het Museumplein, een manifestatie voor homorechten. Van der Laan kreeg een luid applaus na zijn oproep. Volgens de organisatie heeft de protestactie zo'n 2500 bezoekers getrokken. Homobelangenorganisaties wilden met het concert protesteren tegen het homobeleid van de Russische president Poetin. Bij de manifestatie waren ook veel Amsterdamse wethouders aanwezig. Het weer, vannacht opklaringen, temperatuur daalt tot een graad of 10 en het kan nevelig worden. Overdag en dinsdag volop zon en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio van. Ik ben Jan Roos. Ja, ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je niet op echtejanne.nl, maar wel op radio1.nl. Hashtag op Twitter is nog steeds Echte Janne. Echte Janne. Nog steeds niet gratis bellen met 0800-1121. Want we nemen niet meer op. Je weet wel waarom en je weet ook wel wie je bent. Maar nu eerst. Wat was dat voor een leuk idee? Een geweldsexplosie. Ja, mooi hè. Nee, goed. Nou, we gaan verder praten met onze hoofdgast. Ed Zinken is het nog steeds. Nou, dat hij het niet zo op socialisten heeft, dat is inmiddels duidelijk. Dat hij het niet zo op Rita Verdonk heeft, is inmiddels ook duidelijk. En dat hij het niet zo op zijn eigen VVD heeft, is inmiddels ook duidelijk. Op wie heb je wel wat? Heb je wel nog wat, Ed? Of ben je gewoon een zuur en verbitterd man? Ik ben helemaal niet zuur en verbitterd. Zeker niet omdat ik een leven heb naast al deze politieke beschouwingen. En dat is een uitermate aangenaam leven. Nou, daar willen we helemaal niks van weten. we gaan nog even wat beleidszaken doornemen. EU. Dit vinden wij dus een heerlijk stokpaardje. Nou. Ed, loop eens even lekker leeg over dat corrupte zootje daar in Brussel. Kijk, om te beginnen... Ja, leeglopen. Ik probeer het maar wat wijs te houden. Maar om te beginnen, die mensen zijn niet gekozen voor het grootste gedeelte. En daar zit hem alweer de crux in. Dus die zijn heel ver weg. Die zien we nog niet eens op onze tv. Maar ze beslissen wel over heel veel zaken. Dat kan natuurlijk niet. Als je Europa, het idee van Europa nastaat... dan moet je ook daarin de democratie verstevigen. Zelf sta ik op het standpunt dat er heel veel fout gaat in die EU. Maar dat het
in de basis wel, gezien ook de wereld zoals die veranderd is, nieuwe economische gebieden in opkomst die vreselijk groot zijn, zit er wel een kracht in als je met elkaar samenwerkt, zeker ja, op economisch maar terrein. Maar dan had je toch met de EEG maar hier klaar geweest? Ga het dan wel versterken, ga het dan wel verbeteren en niet op de manier waarop het nu gaat. Maar dan was je met de EEG toch klaar geweest? Dat was al een heel sterke punt geweest. Maar dit is geen economisch blok, dit is een soort wensdroom van een paar babyboomers. Dat we met z'n allen bij oorlog gaan. Dat we met z'n allen hand in hand gaan rondlopen. Dit is op ideologie gebaseerd, niet op wetenschap of enige kennis. Nou, de vraag is of het niet toch uit elkaar gaat vallen. Want het betekent namelijk, want zeg maar, wij hebben nu toch een aantal landen erbij gehaald die we helemaal er niet bij hadden moeten hebben. Nou, Lodewijk Asscher, die heeft een open brief gestuurd. Ja. Dat helemaal niet leuk is dat er straks allemaal Roemenen baantjes afkomen. Ja, en weet je waarom? Omdat ze wel eens bekwamer zouden kunnen zijn dan de mensen die we hier over hebben. Volgens die hier mij thuis was dat toch een lekker onderdeel met de teennagel zitten te knippen. Ja, van de EU. De PvdA is altijd heel groot voorstander geweest. Dan ben je toch ook voorstander van de vrijheid van heen en weer. Verhuizen van arbeidskrachten. Hoe zit dat dan? Zeg nog, misschien komt er ook wel een trek op gang van Nederlandse overtollige werknemers in Roemenië. Nou, die kans is nul. Maar goed, reageer eens op. Ik begrijp niet waarom het stil blijft als de kroonprins van de Partij van de Arbeid oproept op discriminatie. We hebben nu een kwart eeuw lang een grote, meer dan 1 miljoen mensen binnengestroomd gekregen. Niet-westerse allochtonen die voor een belangrijk deel door aanpassingsproblemen niet opgeleid zijn, niet de taal spreken. Voor een belangrijk deel grotendeels de sociale zekerheid ingingen. Die helemaal niet per se in ons land ook willen zijn. En die ook nog eens voor een groot deel een agressieve godsdienst hebben. Die hun ook voorkomt dat ze in ons land integreren. Daar mochten we nooit wat over zeggen. Dan moesten we altijd, zodra zeker er maar wat zijn, was het vol is vol retoriek, fascisme. En dan nu ineens mensen die, want ook de Partij van de Arbeid was ervoor, van landen die toegelaten zijn tot de EU, dan zeg je eigenlijk, in het kader van lidmaatschap van EU mag je zowel werken als wonen waar je wil in de Europese Unie. Wel, ja. En dan zeg je op basis van het feit dat je Bulgaar of Roemeen bent, mag je dat ineens niet. Word je toch gediscrimineerd? Maar het andere punt is wel dat deze mensen die willen hier komen werken en niet in de sociale zekerheid springen. En inderdaad, ja, zakkenrollen, er is, nee, maar er is, nee, maar nu komen dus de zakkenrollers. Want je kunt niet hier werken. Als je een eerzame burger van Bulgarije of Roemenië bent, mag je hier niet komen werken. Dus je krijgt dan nu alleen nog maar de mensen die alleen maar vrij kunnen reizen en die bijvoorbeeld zakken willen rollen. Maar mag ik even, het is net weer verschenen dat zo'n grote mislukking is, dat project om werklozen in de tuinbouw weer aan het werk te krijgen. Ja. Daar gaan al die mensen naartoe om te werken. Ja, maar dat is wel goed voor onze economie als die ondernemers in de tuinbouwsector nou eens een keertje personeel krijgen. Dus dan kunnen ze die producten ook van het land halen en verkopen. Nee, maar hoe komt er dan toch dat zo'n man als Asscher, of je verwacht toch dat het een slimme jongen is, ja, dat hij nu opeens, ja, dat je echt denkt, maar lieve jongen, ja, maar dat weten we toch, dat weten we allemaal idee al. Van. Ik heb er wel een idee van. Ja. Er is gewoon een Engelsman die vanwege de Engelse situatie goed kon schrijven. Dat is een denker. En Asscher wil zich ook altijd bewijzen en zo. Dus er werd gevraagd, zet mijn naam eronder. En kan het ook niet gewoon zijn dat hij denkt, dan slijm ik een beetje bij de Nederlandse thuiszittende mogelijke pseudo-werknemer. Nou ja, nou, en de meerderheid van Nederland zit niet te wachten op dat hele EU-verhaal. En dan Het is anti-EU en het is ook nog eens een keertje retoriek die van grenzen dicht, vol is vol wat de PVV doet, waar zijn concurrentie zit. Het is zogenaamd voor de arbeiders opkomen, wat de SP wil. Het is anti-EU wat de sentimenten zijn, daar waar ze concurrenten zijn bij SP en PVV. Dus het is met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, maar je kan toch ook wel, en dat heb ik vaak hoor met politici, dat ik denk van, denk je nou echt dat we achterlijk zijn? Weet je, ja, het is hetzelfde dat je dan een bank voor 30 miljard koopt en die kan je nu voor 15 miljard verkopen en dat je bijna nog vertelt aan ons dat het een goede deal is. Dat ik denk van, je verwacht toch wel dat ik 30 meer 15 kan berekenen? Nou, zij leven in een eigen wereld. Dat heb ik wel altijd gemerkt. Dus met eigen waanideeën en eigen beelden. En dat maakt ook wel dat je daarom ook krijgt dat de politiek totaal niet meer vertrouwd wordt. Er is geen kwaliteit meer. Burgers kunnen niet meer zien dat het iets oplevert en dergelijke. Dus wat je zegt is, omdat zij totaal kwijt zijn dat wij niet zo achterlijk zijn, dat ze ons niet zomaar dingen kunnen op de mouw spelden. Maar dat zien ze zelf niet. Want zij denken, we doen het spel toch goed? We hebben toch een kabinet? We doen het toch allemaal met elkaar prima? Nou, weet je ook wat ik van de week hoorde op de radio, met de president van de Rekenkamer, de naam even kwijt.
Maar die zat dus uit te leggen dat hier in Nederland het nog een veel groter probleem dan het beleid dat verzonnen wordt, is het feit dat er niemand aan denkt of het beleid ook uitvoerbaar blijkt te zijn. En ze hadden bijvoorbeeld de Belastingdienst aan die heel goed kan incasseren, maar geen reet verstand heeft van uitdelen van geld. En dat daar dus al die fraudes met die toeslagen van komen. Dus wat schijnt dus constant te gebeuren? Er wordt beleid gemaakt, er wordt ergens bij iemand, een gemeente of een ministerie of een dienst over de schutting geflikkerd, zonder enige toetsing, zonder enige draaiboek van hoe moet je het dan aanpakken. En hoe kan het dan toch waar zijn dat al deze incompetente mafketels aan de macht blijven? Nou ja, dat heeft met ons systeem te maken. Je ziet het ook, er is een PvdA die gaat dan nu een wet indienen dat je in parkeergarages per minuut moet kunnen betalen. Want dan anders worden we zogenaamd allemaal opgelegd en zo. Maar in de tussentijd staat in deze week ook een enorm artikel hoe 400 miljoen overheidsgeld onterecht is uitgekeerd aan Poolse opleidingstrajecten die niet terecht waren. Met andere woorden, ze gaan weer extra wet, extra regels, er moeten meer ambtenaren voor zijn, zodat wij per minuut kunnen betalen in een parkeergarage. Terwijl als ze nou gewoon inderdaad ook luisteren naar de rekenkamer, als overheid eens een keertje efficiënt met ons geld zouden omgaan, dan zouden de belastingen wel eens omlaag kunnen. En dan betalen we een plezier zelfs een half uur. Ja, dat was ook een van de dingen die Rutte ons heeft beloofd. Ja, weet ik ook nog. Belastingverlaging. Ja. Weet je nog, dat is een tijdje geleden. Ja, en dat was ook 1.000 euro of iets. €1.000 voor werkende. En geen geld naar Griekenland ook. Nee. Dat was ook nog elk iets. IJzer. Oh ja, en de hypotheek in het aftrek zou die afbreken. Nee, absoluut. Ja. Maar voor de rest heeft hij eigenlijk aan al zijn verkiezingsbeloften wel voldaan. Ja, hij ziet er nog steeds hartstikke leuk uit. Hij draagt een goed pak, hij is joviaal. Ik vind zijn pakken ook niet zo heel. Nee, weet ik. Maar ja. Nee, goed. Die nieuwe rechtse partijen, die moeten komen. Ik denk dat het zo moet zijn. Zonder dat, de beren op de weg, hoor. Maar ik bedoel, ja, ik denk, ja, een nieuwe partijen. Ik heb daar allemaal een hard hoofd in Nederland. Ik zou graag willen dat het systeem anders is, maar dat is voor de komende generaties nog niet. Dan denk ik dat er gewoon binnen de VVD een draai moet komen naar een rechtse partij. Ja, maar wie gaat, daar gaat niemand doen. Ja, ik heb geen idee. Maar het zal luister, toch een keer moeten gebeuren. We krijgen er nog niet helemaal de vinger achter, maar je hebt je wel redelijk gemanifesteerd binnen die partij. Is dat op landelijk niveau? Je was hopnobben met Tweede Kamerleden toen je nog geen ruzie met zat? Hoe hoog zat je? Ik heb nog steeds heel veel contacten met Tweede Kamerleden. Okay. Ik ben altijd aan de partijkant geweest. Ik heb ik heb trainingen gegeven aan topkaren. Ik loop al 30 jaar mee. Ik heb van alles gedaan. Ik heb ook een campagneteam van 2006 de verkiezingen gezeten. Van alles gedaan, maar ik ben nooit, en dat wil ik ook niet, nooit een gekozen politicus of een politicus die een bestuursfunctie heeft gehad. Goed, maar je hebt dus wel een groot inzicht in hoe zo'n partij in elkaar zit, hoe die functioneert. Daar heb je van alles over verteld. Ja. Ja. Wat je net suggereert, is dat haalbaar? Is het mogelijk binnen die structuur? Nou, ja, dan moet het toch een keer gebeuren. Dan moet toch iemand zeggen, we flikkeren die hele korte bende eruit. Wat je nodig hebt, is één charismatisch figuur met een rechtshart. Die heb je nodig. Wat heb jij het gevoel dat de hele achterban, want wij zijn natuurlijk alleen maar stemmers, niet echt direct achterban, de harde kern, de mensen zoals jij, de mensen die 30 jaar in zee zullen, dat die zitten te wachten op die rechtse. Nee, maar op het moment dat iemand voor elkaar krijgt met een rechtshart om daar de macht in partij te grijpen, dan gaat dus in eerste instantie die georganiseerde loyaliteit gaat in zijn voordeel werken. Want dan gaat iedereen zich daarna richten. Oh, want precies, het land, de kiezer, zit van de VVD, de VVD-achterban in het land, zit daar gewoon keihard op te wachten. Ja. Die zucht daarna. Daarom hebben ze ook met hun campagne op, inderdaad, met rechtse beloftes, zijn ze de grootste geworden. Dus als men ziet dat juist de macht ligt daar om juist op rechts te gaan. Maar is het dan niet de enige kans die ze nog hebben? Want als het nu zo doorgaat en het valt het zo. Ja. Wat zijn ze nou nog? 25 zetels of zo? Jawel, maar dan moeten ze door die tijd heen. Moeten ze door die tijd heen. En wat er nu gaat gebeuren, dat voorspel ik. Je kan nu zeggen, ik maak schoon schip. Halbe, hup. En flikkert het de boze qua zootje er nu al uit. Zegt, jongens, dit was niet goed. We bieden een nederige verontschuldiging. De VVD-fractie moet gewoon oppositie gaan voeren ten aanzien van Rutte 2. Ja, dat en dan flikkert de boel snel in elkaar. Ja. En dan moet je het goed doen. En die Zijlstra moet dan gewoon zeggen, ja, ik weet niet wat voor beleid het was. Dat was van die Rutte. Want die gaat toch de vuilnisbelt op. En binnenkort, dat weet je nou wel. Dat is ook zo. Dus het gaat ook niet gebeuren dat dit kabinet uitzit. Dit is wel het doel van Mark Rutte. Mark Rutte die zal niet willen op zijn naam hebben dat hij maar in 2 kabinetten premier is geweest, die allebei zijn gevallen. Nee, precies. En daarom zal hij alles aan doen. Maar daarmee heeft hij zich vervreemd van de VVD. Om die fractie in de band te houden en iedereen in de band te houden, dat hij kan doorgaan met alles maar weggeven aan de Partij van de Arbeid om maar te kunnen blijven. Er is maar eentje die dus dat kan doen en dat moet Zijlstra zijn. Want die mevrouw, die vice voorzitter, is hartstikke lief. Maar daar heeft nog niemand van gehoord. Nee, maar ik noemde een politicus die ik goed vind. Ja, nee, begrijp ik wel. Maar kan Zijlstra dat? Dat is de vraag.
Ik doe daar geen uitspraken over, want dat weet ik echt niet. Nou ja, je ziet het al wel eens op televisie, hoort hem wel eens wat zeggen. Zoals ik Hal beken, is het in ieder geval iemand die wel... maar goed, nogmaals, ik wil niet... Nee, ik zeg het gewoon. Halbe Zijlstra is wel iemand die gewoon kan zeggen... ja, nu kun je mijn rug op. Ik ben het wat dat betreft zat. Dit is slecht voor de partij, voor het land en enzovoort. Het leek en er al op dat hij dat gaat was niet meer mee in dit beleid. Dat heeft hij in zijn karakter wel hij zitten. Hij heeft het al één keer gedaan. En laten we hopen dat hij het doet. Hij heeft al één keer gezegd toen Rutte zei... we gaan ze even lekker allemaal een auto kopen. Toen heeft hij gezegd, dit slaat echt helemaal nergens op. Maar vervolgens is een paar weken geleden... wat de VVD nooit zou mogen... doen, heeft het kabinet besloten om de zelfstandige aftrek voor ZZP'ers af te halen. ZZP's en wat pakken. Doet de VVD? Die geeft de opdracht gewoon binnen de VVD. We zeggen niks. Dus ook journalisten die vroegen aan woordvoerders en dergelijke, de VVD zei er niks over. Met andere woorden, dat zijn juist de momenten waarop dan ook Halbe Zijlstra zou moeten zeggen met de fractie van nee jongens, dit gaat ons te ver. Maar die zit ook met zijn reet op die blauwe hier stoel. Gaan we niet mee. Ja, nou ja. En die denkt, ik wil misschien nog wat burgemeester van Zoetermeer worden. Dat hij zal ook zien dat net ZZP'er binnen. Ja, Halbe luistert wel, denk ik. Nou ja, ik bedoel, de fractie zal een keer moeten zeggen... Ja. Ja, nou is het genoeg, dit gaan we niet meer voor onze rekening nemen. Nee. Maar ja, daar heb je dus, nogmaals, het woord is wat vaker gevallen voor nodig. Vallen voor nodig, ja. En die zijn er niet zo heel veel in de Nederlandse politiek. Dat is waar. Nou, Ed, dankjewel voor... Ja, dit pleidooi moeten we het maar noemen, hè? Ja, bedankt dat je er was, Ed Zinken. Ik vond het, gezellig was het trouwens niet. Maar ja, alles best gezellig. Gezellig. Kan je ook burlen, Ed? Nee. Daar begin ik niet aan, dat doe ik niet. En ik vind het ook een beetje raar. Ik vond het ook, ik weet het wel, bronstig. Halbe dat zou doen, dan denk ik dat de hinders van de VVD als een dolle achter hem zouden komen. Oh, die kabouter, ik word er doodziek van. Hou op. Goed. Ed, bedankt. Wij gaan verder graag. Leo Driessen. Sporten met Leo. Ah. Leo Driessen. Goeiedag, Leo Driessen. Vanuit de Lepra-kolonie Nicaragua, Jan Roos en Leo Driessen. Hi Leo. Leotje! Goedenacht, Jan Heemskerker. Een bijzonder goedenacht, Jan de Roos. Ik heet niet Jan de Roos. Jawel, jij heet na 12 Jan de Roos. Wat jij vindt, is zo, Leo. Ja, zo is het. Hey, Leo. Hey, Leo. We wachten vandaag eens geen gesloten vragen te doen. Geen gesloten vragen. Misschien een enkele open vraag. Wellicht erop. Maar we willen jou eerst gelegenheid geven om lekker even rustig uit te wijden. Rustig uit te wijden. Over jouw voetbalgevoel van deze week. Van deze week. Nou, eens te meer is maar weer gebleken, beste luisteraartjes, dat de Nederlandse competitie niet tot de sterkste van Europa mag worden gerekend, maar wel tot een van de meest attractieve. Ja. Want slaat Twente vorige week met 6-0 toe, nu verliezen ze weer kansloos in Arnhem, is Utrecht kansloos in Enschede, nu verslaan ze AZ, dat in de uitwedstrijd Europees met 3-1 weet te winnen van het altijd lastige clubje uit Athene. En ook wat Ajax weer niet gezegd kan worden van Utrecht, want die verliezen dan weer. En die verliezen dan weer van een Luxemburgs team uit en thuis. Dus om er even aan te geven. Maar maakt niet uit, want als je naar de standaard van de kwaliteit gaat kijken, ja jongens, ik heb gisteren toevallig ook nog even wat Engels voetbal gezien. En bijvoorbeeld even 90 minuten lang mogen gluren naar een wedstrijd tussen Southampton en Sunderland. Waar heb je trouwens van? Leo? Ja? Hoe bedoel je, toen mocht ik gluren en van wie en waarom gluur je en kijk je niet? En wat vond je ervan? Nou, het gluren was omdat ik ook nog naar een ander potje moest gluren. Ik moest twee potjes tegelijk begluren. Oh, en die andere pot was dan die tussen Newcastle en West Ham. Ja, en die was helemaal niet om aan te nemen. Nee, Leo, mag ik iets vragen ook even trouwens? Nou, waarom niet? Een open vraag. Dat zullen we toch niet doen? Nee, jawel. Maar even een tussendoorvraag. Dus geen open vraag. Nee, je wou het niet over twee misschien, onze ik heb ineens zoiets. Nou. Nu keken we heel even in de keuken van het voetbalfenomeen Leo Driessen. Hoe ziet dat eruit? Zit je dan voor twee televisies? Ah, nee. Nee, daar gaan we toch niet vragen, dit? Dat wil ik echt weten. Maar het is wel een open vraag. Nee, maar het was even nu, omdat het was gewoon... Dat doe je dan om één minuutje van die wedstrijd even ik dacht eigenlijk dat jij dan in een soort van James Bond...
geheim tegenstander. Zit te kijken naar 6 televisies tegelijk. En... Hoeveel televisies heb je, Leo? Precies, tegelijk aan. Nou, dat was niet thuis, dat was gewoon op het werk. Maar dat doe je gewoon omdat je even 1 minuutje, even korte highlights samenvatten. Oh, dus jij kijkt even 1 minuutje van zijn wedstrijd en dan weet jij wat er 90 minuten is gebeurd. Ik kijk 90 minuten om er 1 minuut over te vertellen. Ja, nou precies. Ja, maar oké, maar de vraag was... Zullen we dit loslaten? Nee, zullen even, we even weten. Waarom dit loslaten? Ja, dit is een heel mooi inkijkje in... Ja, er zit toch helemaal niemand op te wachten hoe Leo deze televisie kijkt? Dat willen de mensen weten. Die denken dan bij zichzelf. Jij dacht bijvoorbeeld net dat Leo dan 1 minuut keek en dat hij het al snapte. Nou en ik denk dan, Leo kijkt 2 wedstrijden tegelijk, zoals stereo kijkt hij 2 wedstrijden. Nou, ik denk dat... En nobody gives a fuck. Hoe gaat dat? Jezus, hoe gaat dat? Ja, dat gaat prima. Kijk, mooi zo. Hey Leo! Ja, dankjewel, ja. Er is enorme service om nog verder inkijkje te geven. Ja. Dus er komt dan een zeg maar een ruwe versie. Fascinerend! De wedstrijd van hoogtepunten binnen. Ah, ja, mooi. Dus kun je een beetje uitkristalliseren wat je later nodig hebt. En we zetten nu een punt. Ruwe hoogtepunten uitkristalliseren. Ben je trouwens die ook een bijzonder goede service had? En koekjes en kaas bezig. Weet je wie ook bijzonder goede service had? Richard Krajicek. Nou, allemaal. Leo. God, dat is een hele goede service. Ik wil één vraag stellen over Leo. Ik heb thee. Nee, adem op. Leo. Ja. Feyenoord heeft gewonnen. Hè? Feyenoord heeft gewonnen. Ja. Dankzij mijn oppeppende praat. Goed zo. Maar wanneer heb je die oppeppende praat gehouden en waar? Zaterdagmorgen bij Radio Noord-Holland. Ja, daar luistert de hele selectie naar natuurlijk. Ja, hey, Leo, ik moet binnenkort naar Ajax PEC. En hoe gaat het lopen tussen de subtopper en de kampioen? De Azen en de kampioen. Nou, dat PEC Zwolle, dat speelt... Ja, jongens. Dat zeg ik, de Azen en de kampioen. Ik wil niet zeggen, maar dat speelt wel verdomd leuk voetbal. Dus ik moet daar met mijn kind heen. Als in de arena komen, worden ze gewoon weggeveegd. Ja, toch wel, want ik kan niet meer naar een wedstrijd tegen de ik zat tot verdomme vrijdag na dat Ajax Heerenveen Ik zat op het IJsselmeer. Ongelooflijk, wat is dat Ajax slecht, Leo? Maar de laatste jaren speelt Ajax altijd 1 of 2 merkwaardige wedstrijden en bijna altijd in Heerenveen. Ja, ja, dat is wel waar. Maar dan een soort van traditie die al ingezet is in de vroege jaren 50, toen Ajax daar een 5-1 voorsprong wist te spelen. Oh, Abel Lentstra, voor dat Abel Lentstra verhaal, dat ben ik zo zat. Ja, maar ik kan Abel Enstra was niet bij Ajax. Nee, maar dat is Abel Enstra, die zat dus bij Heerenveen op de bank. En die kon me invallen, die schoot er 17 in. En toen verloor Ajax nog, terwijl ze 5-1 voorstonden. Toen zat iedereen nog aan de bloembollen, Leo. Hij stond tot 20 minuten voor tijd met 5-1 voor. Ja, 5-1 voor, dat verhaal kennen we toch allemaal wel. Nou, het werd dan 6-5. Nee, het werd 6-5 en ze stonden 1-5 voor, Leo. Nee, je staat met 5-1 voor en staat 1-5. Ja, nou, je bent Nederland, man. Je hebt ook gelijk, hoor. Wil jij alsjeblieft... Godverdomme, ik wil... Iets vertellen nog. We gaan te veel de diepte in. Of liever gezegd, de diepte. We zitten in no man's land. Leo, luister eens. Er is een heel... Ik wil het over die voetbal hebben, Leo. Er is een boek over Badr Hari uit. Nou, en daarin, ga naar voetbal toe. Daarin wordt gezegd dat Badr ook Wesley Sneijder heeft bedreigd. En er blijkt dus dat Badr vervolgens op zijn beurt is bedreigd door een horde vriendjes tussen aanhalingstekens van Wesley. Nou vraag ik me af, waarom stuurt Wesley die vriendjes ook niet op Louis af? Wat? Hé? Oh, toch een voetbalvraag. Maar dan ga jij er dus vanuit dat dat verhaal over Badr Hari dat klopt. Ja. Oh, ja, dan is dat niet zo dan? Daar ga jij vanuit dus. Ja, ik weet het wel. Ik heb echt zoiets als in de krant gestaan, dan is het waar. Maar stel nou voor, als jij nou Wesley Sneijder was en je had vriendjes. En je wordt niet geselecteerd door de bondscoach. Dan zeg ik toch, joh, vriendjes, ontvoer die truus. En ik ben toch zo weer... Maar waarom hebben we het niet over voetbal? Oh, dit is een voetbal. Maar nee. Ik wil... Ik neem deze suggestie... ik neem aan dat deze suggestie nu inmiddels wel gehoord is, Jan Heemskerk. Leo? Nou, ja. Mag ik even... God, vraag! Leo, mag ik heel even een open vraag aan je stellen? Jazeker, dat... Potverdomme, dat Go Ahead Eagles ook goed, hè? Nou nee, want die staan nog toe dat ze met 2 man meer nog een doelpunt tegen krijgen. Ja, maar je had verwacht dat gemaakt door de heer Zeefuik. Zeefuik? Hallo? Ja, maar je verwacht dat die gaat in eerste instantie dingen naar die gaat. Zeefuik! Nou in. Wat is er nou? Wat zit je nou op die naam te focussen? Nee, ik vind het leuk. Vind je het leuk om zeefuik te zeggen? Nee, ik vind het helemaal niet leuk om zeefuik te zetten, want ik wilde even over voetbal hebben. En nou weer over de achternaam van een of andere Surinamer. Hou op! Slagveer? Is dat ook een Suriname?
Ja, Arsenio Slagveer. Arsenio Slagveer. Super talent. Nou en? Heel even over... Goed, ik dacht dat je het over de achternaam van Suriname wilde hebben. Nee, ik wil graag even over... Menzo. Nee, Go Ahead Eagles. Keeper doet Menzo. Een boekje van Menzo. Leuk. Wat? Ja. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja, grappig. Kan iemand heel even antwoord geven op Go Ahead Eagles? Ja, wat wil je weten? Wie daar ooit dat Eagles erachter heeft gezet? Nee, dat verhaal kennen we ook allemaal. Nee, we, wat, nee maar dat opa vertelt verhaal, dat moeten we eruit halen. Abel Enstra. Abel Enstra. Dat was ooit zo'n Engelse kerel en die kwam daar trainen. En dat was in de jaren 60 of 50. Ja, wat. En die eikel die kon niet de Adelaars, want dat is de Adelaarsnest, kon hij de Adelaars niet zeggen. Want dan zei hij dat de Eagles, toen hebben ze dat maar overgenomen. Nou, en wie was wat dat leuk. Dan? Barry Hughes. Juist, Barry Hughes, inderdaad. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja, nou, ja. Roos. Ja, hartstikke leuk. Jij wint de boter. Jij wint de boterletter. Jan, een hele grote, warme boterletter. En ik zou je zeggen, stop die ergens. Waar de zon... Ja? Even serieus antwoord te geven op jouw vraag over Go Ahead Eagles. Graag. Of dat verrassend is of niet dat ze zo goed presteren, want dat is waarschijnlijk jouw vraag. Dat, ja. Is niet verrassend. Want Go Ahead heeft gewoon dezelfde spelopvatting als Tex Holle. Ligt een jaartje achter en zal volgend jaar ook zo kampioen worden. Dit is allemaal invloed van dat de Nederlandse competitie open, fris, vrolijk en een open tuincultuur kent. Ja, Leo, open tuincultuur? Wat is dat met open tuin? Nee, we gaan het niet over tuin hebben. Open huis en tuin. Open huis en tuin. Het is trouwens altijd om je tuinwinter klaar te maken. Ja, denk ik zo. Maar Leo, Jan de Roos. Ik wil nog even één vraag stellen. De gesloten vraag dit keer. Ja. Oh, de gesloten vraag. Toen. Bam, bam, bam. Leo? Ja, Jan? Iedereen die ik tegenkwam... Nou, dat is niet waar natuurlijk. Hè. Dat is... Nee, nu overdrijf ik. Want niet iedereen die ik tegenkwam... Een aantal mensen dat jij tegenkwam... Ja, precies. Want ik kwam bijvoorbeeld ook bij de bakker. Daar kom ik die man ook tegen. En die begon helemaal niet over nee, PSV. Nee, dus een paar mensen die jij tegenkwam... Even focussen. Iedereen zei dat PSV sowieso hartstikke kampioen ging worden. Omdat ze helemaal top en te gek en helemaal af en helemaal super en helemaal jong en helemaal fris en helemaal joepie de poep is. Is? Ja. Kom maar. Kom maar. Vraag komt nu waarschijnlijk. Maar met zo mochten godverdomme... Niet iedereen zei het, hè? Nee, maar wacht even. Veel mensen. Maar ze mochten toch wel sloffen. Nee, ze mochten op hun knieën dankbaar zijn... Dat ze nog één punt konden halen bij Heracles, dat is dan een gesloten vraag. En dan stel ik nu de vraag aan Leo als open vraag. Hoe vind je dat? Nou, dat vind ik ook hoor. Nou, zie je wel. Dankjewel, Leo. Leo, ontzettend. Mag ik nog even één ding? Nou, één ding. Snel dan. Nou, dat is al. Dat we afgelopen week heb ik vermeld even over die Terrell Onda gesproken. Een nieuwe ontdekking die bij Telstar voetbalde. En die in twee wedstrijden tijd vier doelpunten wist te scoren. Die jongen die moest weg bij Ajax, moest weg bij AZ. Ja. Vroeg overschrijving aan de NAC, moest daar ook alweer heel snel weg. Ja. Werd bij Telstar opgevangen. De trainer ging het hele elftal om hem bouwen. Ja. En hij speelde twee wedstrijden fantastisch. Zou die afgelopen dinsdag bij Telstar komen om een contract te tekenen? Ja. Toen kwam zijn broer, zijn zaakwaarnemer langs om te zeggen: hij heeft gisteren al getekend bij Willem II. Dus hij speelt nu bij Willem II. Telstar in Zakkenas. Nee, Telstar verslaat gewoon Volendam op eigen terrein. En heeft nu inmiddels drie wedstrijden op rij weten te winnen. Staat tweede in de Jupiler League. De club met de kleinste begroting. Applaus. Het is niet alleen je telefoon die begint te haperen, Leo. Maar ik vind het wel mooi, hoor. En Derro kan het Lazarus krijgen. Hou op. Leo, bedankt. Het was niet echt een gefocuste interview. Ik vond het wel. Ik vond die heel erg... Leo 3! Luister maar eens terug. Er zaten dingetjes in waarvan je zegt... Zo. Pareltjes. Leo Driessen. Mag ik je hartelijk bedanken en ga lekker slapen. Oh, en volgende week krijgen we eindelijk je voorspelling, hè, voor de kampioenschap. Ja, eindelijk een voorspelling. Ja, zeer zeker. Wat is de transfermarkt dicht, hè? 1 september. Nee, 2 september. Ja, dat is dan, weet je wel, dit is de geschifte. We gaan ophangen. Dag Leo. Dag Leo. Hey, komt Simek nog? Ja. Simek? Simek, ja. Komt eruit. Komt, ja. Noinkie. Prima. Ja, natuurlijk. Ik kan niet anders. Nee. Ik vond mezelf wel goed, hoor, trouwens. Was heel goed. Je was heel relevant. Nou, ja. Nou. Dag! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij is de meester in vrijwel alles. De homo universalis met een accent. Hij is onze Martin. Ik ben een echte man. Ik eet vlees, kijk naar die sport, drink drank en neuk mij het schompies.
Je hoort mij niet praten over die nachtcreme, skinny jeans of draag zo'n gezellig nichterig sjaaltje om mijn nek. Maar één van die echte mannen dingen weiger ik. Namelijk gezichtsbeharing. Het grote verschil tussen mannen en vrouwen is een baard of een snor. Alhoewel natuurlijk vrouwen met snorren zijn, maar die laten we even buiten beschouwing. Want dat is niets anders dan ongelooflijk smerig. Maar ik moet zeggen dat ik het bij die mannen ook niks vind. De laatste tijd is het hip om weer een baard te dragen. De eerste hippe stadstypes die begonnen ermee. Maar tegenwoordig heeft iedere Jan Lul een baard. En ik vind dat triest. Als een van die laatsten in die rij van na-baardenapen is dat die Ronald van Plasterk. Die minister van die Binnenlandse Zaken heeft nu ook een baard. Een witte baard. En sommige mannen krijgen een stoer uiterlijk van een baard. Anderen zien er oud als een bonkige leernicht. Maar Plasterk ziet eruit als Paulus die boskabouter. Ronald is natuurlijk een klein kereltje met een doenlijfje. En nu heeft hij een witte baard. Het is verdikke, net grote smurf. Gooi er een rood mutsje op en hij kan zo in die paddenstoel gaan wonen. En wegrennen. Godverdomme. Oh. Hij kan zo in die klote paddenstoel gaan wonen en wegrennen als die Gargamel eraan komt. Het ziet er niet uit. Die man heeft de uitstraling van een IKEA bijzettafeltje. En nu schiet je telkens in die lach als die kabouter van die Binnenlandse Zaken voorbij komt lopen. De dame is over na. Tot volgende week. Oh, ik ben helemaal buiten adem. Maar laten we eerlijk zijn, die meisjes die vinden het misschien wel zo sexy en zo'n baard. Totdat je ze tussen die benen koest. Dan beginnen ze te gielen. Ja, toen ABN AMRO werd genationaliseerd, u weet nog wel, beloofde Den Haag ons grote, grote winsten. En nu ineens is alles verdampt. En dat wisten we toch al natuurlijk met z'n allen. Of toch niet? Nou ja, we bellen in elk geval met een man die het weten kan. Onze oppositieleider Wouter Koolmees, woordvoerder financiën van D66. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Wouter Koolmees van D66. Goedendag. Goedendag. Meneer Koolmees, alles goed? Zeker. Dat was één. Vraag twee. Heeft u nog naar die andere Wouter gekeken, die minister van Financiën, die Wouter Bos? Bij zo'n ja, daar zitten kijken, ja. Nou ja. Zeg, en had u het beter gedaan dan hij vroeger, als minister van Financiën bijvoorbeeld? Nou, nee, dat zo hard gaan durven zeker niet te zijn. Ik vind dat dat Wouter Bos het heel goed heeft gedaan in de tijd 2008, 2009. Toen... Iets te veel betaald. Ja, achteraf is dat makkelijk praten. Toen de tijd was meneer Koolmees, nou is even een ding, hè. De kopen ze die banken, de bedragen lopen een beetje uiteen, maar tot 30 miljard. En toen werd het ons toch nou echt wel met zeer veel klem verzekerd. Hartstikke goede investering. Dat geld zien we zeker terug. Mogelijk verdienen we erop. Nou, waarschijnlijk verdienen we erop. En dan is het onze premier die deze week moet toegeven, Markie Rutte, dat nou, hoe wij dat ooit hebben kunnen denken. En waarschijnlijk leggen we er wel een miljardje op zes op toe. Zes, 15. 15. Schaamt men zich dan niet kapot? Ja, nee, dat het heel veel schade is, dat is duidelijk. Nee, schaamt, zei ik niet. Schaamt. Je hoeft niet gelijk zo boos te worden op nou, meneer Koolmees. Nee, maar dat zit mij al een hele avond. Het zit jou dwars. Nee, maar meneer Koolmees, één momentje hoor. Maar hij heet wel Wouter, maar dit is niet Wouter Bos. Ik kan niet helpen, maar dat je dan begint met te zeggen... Nee, maar je begint wel heel kwaad, hè. Ja, maar zo zangt hij op. Ja, nee, maar meneer Koolmees begint meteen met... Nou, meneer Koolmees, weet u er nog? Ontzettend goed dat we dat gedaan hebben. Dat wij 30 miljard voor onze zuur... Ja, had het dan echt gemoeten? Ja, dat was echt noodzakelijk. Leg je dat nog eens één keer heel kort uit. Waarom?
Nou, er waren toen 5 miljoen mensen die een rekening hadden bij de ABN AMRO. Heel veel bedrijven die een rekening hadden bij de ABN AMRO. Als de ABN toen failliet was gegaan, had ze heel groot klap geweest voor de Nederlandse economie. Ja. Natuurlijk, achteraf gezien is er te veel betaald. Dat klopt. En we gaan nu als belastingbetaler flink het schip in. Ja. Dat is, maar de vraag was net, wisten we dat eigenlijk niet van tevoren al? Is dat niet gewoon ons als leugen, als glasharde leugen, in de maag gesplitst? Nou ja, toen was de analyse, want dat weet ik nog heel goed. Toen was de analyse van de Belgen hebben zich in het pak laten naaien. Of de Belgen waren in ieder geval heel boos over alle uitspraken van het Waterbos. Want dat Nederland de goede onderdelen zouden hebben. Ja. Toen was het al, ja, de discussie, je weet niet wat er ging gebeuren. Dat was het begin van de financiële crisis. Ja. Dat was het begin van nou ja, alles wat daarna nog gekomen is met bijvoorbeeld Griekenland, Portugal en Ierland. Ook ABN AMRO bleek veel Griekse staatsleningen te hebben voor een miljard. Nou ja, dat is allemaal daarna gekomen. Op dat moment was de analyse inderdaad van de gezonde onderdelen zijn gekocht. Nu word je geconstateerd dat het niet zo was, dat we met z'n allen flink het schip ingaan. Dus u zegt eigenlijk, hoor ik u tussen de regels door zeggen, nee hoor Jan, dat wisten we heus niet van tevoren. We hebben de zaak heus niet expres, niet we, niet u, hè, maar gewoon men heeft de zaak heus niet rooskleuriger voorgedaan dan men toen wist. Dat denkt u niet? Nou ja, laat ik het om mezelf te trekken. De afgelopen jaren dat ik Kamerlid ben, heb ik heel vaak over Griekenland moeten debatteren. Ja. Elke keer is daar een discussie geweest, komt het geld terug en met rente ja of nee? En ik heb elke keer gezegd, de kans dat we geld kwijtraken door Griekenland is heel groot. Ja, rondom. Maar dan nog is het verstandig om te doen. Ik heb het altijd vergeleken met een soort verzekeringspremie. Een soort verzekeringspremie op je huis. Als je het niet had gedaan, had de kans groot geweest dat heel Europa in de fik was gevlogen. Oh. Dan kan je geld kwijt zijn, maar dan is het goed besteed geld. Maar mag ik even wat vragen? Ja, dat mag zeker. Heel Europa in de fik? Nou, bijvoorbeeld als Griekenland, overdrijft u het een beetje? Nou, als Griekenland in 2010 failliet was gegaan bijvoorbeeld, dan had het een groot risico geweest dat bijvoorbeeld ook Spanje en Italië mee waren gegaan. Ja, maar die gaan dan toch een andere keer? Hoe bedoelt u? Nou, u gelooft dat het probleem is opgelost door dat geld in Griekenland te stoppompen? Nee toch? Nee, dat geloof ik helemaal niet. Ze willen nou weer 10 miljard. Ja, dat ook. Maar in Spanje en Italië werden besmet, zou ik maar zeggen, door de situatie in Griekenland en Portugal. En als dat was doorgegaan, als die onzekerheid was toegenomen, als beleggers nog angstiger waren geworden, had er een groot risico geweest dat daarmee het hele eurogebied aan elkaar was gevallen. Dat was er zo van, ja. Dat was wat geworden. Dus u zegt eigenlijk, je moet er niet om liegen, maar je moet zeggen, nee, dat is weliswaar vervelend en het gaat ons geld kosten, maar het moet gebeuren, want het alternatief is nog erger. Ja, samengevat. Ja. Nou, fantastisch. Want dan bent u in ieder geval een eerlijk politicus en daar houden we even van. Maar dan toch nog, hè, moeten we de volgende keer weer doen? Of zegt u nou in retrospect, nou, als we toen niet hadden gedaan, ik denk toch nog steeds van, niemand heeft me nog steeds kunnen uitleggen, zo'n bank gaat dan kapot. Nou, dan moeten al die andere mensen, deposito, garantiesystemen en zo, moeten ons schadeloos stellen op de 5 miljoen klanten en zo. Ik zou het wel een keertje willen zien eigenlijk, zo langzamerhand. Hoe bedoelt u? Met een bank gewoon. Kaboom, nou, klap. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet vaak met D66 eens, maar met deze, hoe bedoelt u je wel hoor? Ik begrijp ook, wat bedoel je nou? Nee, maar dat verhaal dat je kost. Maar, ja, maar het was totaal onbegrijpelijk, joh. Je had een heel verhaal en vragen tussendoor. Nee, het ging niemand kwam hieruit. Oh, sorry. Nee, dat doe ik nog niet. Nee, maar er zijn natuurlijk voorbeelden ook geweest in het recente verleden van banken die wel failliet zijn gegaan, maar waar mensen echt hun geld kwijt zijn geraakt. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar iSafe, kijk naar DSB Bank. Maar nu zijn we toch ook ons geld kwijt? 15 miljard? Ja, precies. Dat wil ik zeggen. Daar gaat het eigenlijk om. Het is toch de hond of de kat die je in je togens bijt? Ja, we zijn nu als belastingbetaler met z'n allen geld kwijt. Maar wat toen gebeurde, was dat echt rekeninghouders hun eigen geld kwijtraakten. Ja. Nee, maar die rekeninghouders, iSafe bijvoorbeeld, die hadden misschien ook wel even kunnen nadenken toen het wel heel raar was dat je twee keer zoveel rente kreeg bij die malle bank in IJsland waar er nooit iemand van had gehoord. Vind ik ook, dus Jan. Als je daar dan met je zo'n stomme hartstikke gaat de geldbeen brengt, dan neem jij persoonlijke risico. Ja. Dat ben ik onmiddellijk met u eens. Mooi. Kijk eens. Ja, ik ben het mee eens, maar tegelijkertijd vind ik het ook heel verstandig dat we bijvoorbeeld in Nederland een depositogarantiestelsel hebben voor 100.000 euro. Dat als mensen tot 100.000 euro bij een bank hebben staan, dat het gegarandeerd is. Dat voorkomt ook een hoop onrust. Elke keer als je dan een roddel of een gerucht krijgt. Nee, precies. Dus dat hebben we. En dan zou iedereen met een bedrag tot 100.000 euro schade. Dus zeg maar 99% van alle particulieren die bij de ABN AMRO bankieren. Niets aan de hand. Krijgen gewoon geld. Bank gaat failliet. En alleen maar de speculanten en de klootviolen en de sukkels zijn hun geld kwijt. Is dat dan niet beter dan dat wij met z'n allen opdraaien voor die onzin? Mooi, Jan. Er zit veel passie in. Gelukkig.
dit term precies gelukkig nu aan het doen. En ook als bijvoorbeeld wat we nu aan het doen zijn, is de interventiewet in Nederland. We zijn in Europa bezig met de bankenunie. Ja. En dat zorgt ervoor dat als het fout gaat bij een bank, dat eerst de aandeelhouders, dan de achtergestelde obligatiehouders, dan de senior obligatiehouders, dan de spaarders. Dat is een soort volgorde van mensen die het meeste risico hebben genomen, die het eerst worden aangeslagen voor, ja, voor het risico. Daar gaan we. En daarmee voorkomen we hopelijk dat in de toekomst weer belastinggeld nodig is om banken te redden. Meneer Koolmees? Oh, ja. Sorry hoor. Ik wou even een bruggetje maken naar een ander onderwerp, maar als u nog even door wil kletsen, dan mag dat. Nou ja, we zijn al een aantal jaren mee bezig, maar voordat het helemaal in wetten, regels in Europa helemaal is uitgerold, dus dan ben je gewoon een aantal jaar verder. Ja. Dat zag je ook bij SNS bijvoorbeeld, hè, nog een jaar geleden, of een paar maanden geleden, zag je al dat het nog dat het steeds niet helemaal goed geregeld is. Ja, en, nou vind ik het wel genoeg. Meneer Koolmees, bent u er al klaar voor? Waarvoor? Voor het ministerschap van Financiën, want Rutte 2 is een zootje, dat vindt u ook, mag ik hopen, als iemand van de oppositie. En dus die boel moet geruimd worden en dan is D66 wel een kanshebber en dan bent u ook een kanshebber voor het minister... Ik ga even ademhalen. Over een lange vraag gesproken zeg, wat is de vraag? Ja, of u er klaar voor was. Ja. Laten we eerst een goede begroting voor 2014 maken. Nee, maar u wilt toch wel een nieuwe verkiezing? Want wat ik namelijk vind, is dat de oppositie wel bijzonder lafhartig is op het moment om te zeggen van... Nou, misschien is het niet helemaal de tijd van verkiezingen. Ja, natuurlijk wel, we moeten gewoon goed beleid hebben. Met het laatste ben ik het onmiddellijk eens. Ja, nou, en Pipo de Clown in zijn kabinet, dat lukt niet, dus iemand anders moet het doen. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Nou, ja, dat klopt. Maar durft D66 verkiezingen aan of zegt u ook van nou doe maar gaat niet? U via de Eerste Kamer of wat voor middel dan ook die boel nou eens opblazen de komende maand of niet? Wij gaan altijd uit van onze eigen plannen, altijd uit van onze eigen ideeën. En, is dat een ja of een nee? Ik kan van vooraf ja of nee zeggen tegen iets wat ik nog niet weet. Nou, u weet wel dat er 6 miljoen aan bezuinigingen aankomt. Waar u het niet mee eens zou willen. Ja, sorry. Een paar minuutjes. Wat maakt het uit? In ieder geval, daar bent u het niet mee eens. Dus u heeft het. Nee, wat ik zo fijn zou zeggen. Wat Jan wil zeggen. Of als hij het niet wil zeggen, maakt toch geen moer uit wat ik zeg, toch? Ja, doe. Het zou wel eens fijn zijn. Kijk, dat wij een balloos kabinet hebben. Nou, het stikt van de ballen, maar ik bedoel, klootloos. Maar ik vind ook dat de cojones van de oppositie redelijk zou leeglopen. Want wanneer zegt nou een oppositiepartij, ze moeten weg, want wij moeten het doen, want wij hebben de ideeën. Wij pakken het land bij de hand, trekken ons uit de economische put. We gaan weer hervormen, we maken het weer een topland. Maar niemand zegt dat. Hoe komt dat? Nou, we zeggen altijd. We zeggen altijd dat we nu moeten gaan hervormen om te... Ja, maar zij doen het dus niet. Dus doen jullie het zelf. Jullie roepen tegen iemand die niet luistert. Dus wordt het niet tijd om zelf maar het heft in handen te nemen. En heb ik het wel over figuurlijke heft. Onze eigen amendementen, onze eigen moties. Wij gaan proberen om de begroting zo goed mogelijk te maken. Ja. Om te zorgen dat de werkloosheid gaat teruglopen. Ja, wilt u dat proberen of wilt u dat Rutte laten proberen? Nou, wij hebben natuurlijk op D66 onze eigen ideeën om het beter te maken. Nee, snap ik wel. Maar wilt u het beter maken door in het kabinet te gaan zitten? Want roepen tegen de schreeuwlijn tegen iemand die het niet met je eens is. U bent natuurlijk toch de tweede liberale partij van Nederland, was het zo even mogen zeggen. En nou heeft u die arme Rutte in de armen van dat loeder van Samson gedreven. En is het inderdaad geen tijd dat u... En hij bedoelde met dat loeder van Samson niet de woordvoerster, hè? Maar waarom hebben wij... Rutte in de armen van Samson. U was wel boos en zo de hele tijd, Rutte. En dan is in zijn pure armoede is die man met die PvdA in de slag. Dat kan toch niet? En Jan... Nou, volgens mij waren na de verkiezingen waren er twee partijen die samen 79 zetels hadden. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar dat kan toch niet waar zijn? Als, je moet toch de bloedverwanten zoeken? Nou, dat lul ik ook eigenlijk. Je moet deze misschien laten varen. Want hij slaat echt nergens op. Sorry, ik vind het nog steeds zo erg dat zo gegaan is. Nee, wat zo erg is dat ik wil iemand van de oppositie hebben die met vuur en vlam zegt... We moeten verdomme het land beter maken. Ja. Ze doen ook allemaal niks. Niemand doet wat. En dus zelfs niet als bloedverwant van de liberalen. Goed. Meneer Koolmees? Ja. Ja, meneer. Gaat u lekker slapen? Dankjewel. U ook. Straks een goede uitzending. Ja, en red het land, hè. Want dat hebben we wel nodig. We hebben het echt nodig. En snel ook. Ja, we gaan met echt geen goede plannen komen om de begroting... Godzijdank. Noem maar eens één. Nee. De hervormingen zijn het allerbelangrijkste. Ja, de hervormingen die al zo lang zijn uitgesteld, die nu een keer moeten worden doorgevoerd, om inderdaad het land weer in een hogere versnelling te krijgen. Ja, het is omdat jullie zo raar doen met die EU, anders had ik nog misschien wel een keer op jullie gestemd. Ja, wie weet. Maar goed. Misschien moet ik nog een keer verder over praten dan over die EU. Oh, u wilt toch de boel ook... Nou, laat maar, dat is heel goed. Meneer Koolmees, mag ik u hartelijk danken en dag. Dag. Kijk maar. Het Haags geluid. Nou.
Een topsporter met twee gezichten, zo noemt journalist Jens Oldenkalter het onderwerp van zijn ongeautoriseerde biografie. De harde werkelijkheid van Badr Hari. Nou, waar Badr gebeurt, gebeurt er meestal iets. En vaak raakt er dan iemand zwaar beschadigd. Nou ja, is dat reden genoeg voor een boek? We gaan het gewoon vragen aan Jens Oldenkalter. Hele goede nacht, Jens Oldenkalter. Een hele goede nacht, Jan. Alles goed, jongen? Jensie! Mooi. Oh, kijk eens, we hebben een groep mensen zitten daar. Dat is altijd leuk. Hé, hey Jens, luister eens. Zijn dat je bodyguards naar een gesodemieten met Badr? Ja. Ja, ik heb hier een heel leuk meisje zitten. Die is extreem gevaarlijk. En ik heb hier een bokser zitten. Een bokser en een leuk meisje dat extreem gevaarlijk is. Nou, jij, geweldig. Hartstikke nou, jou gaat er niks gebeuren. We hebben hier een kabouter zitten. Een kabouter? Ja, dat is ook niet een alles, hoor. Kikkabouter. Hé, hey, maar Jens, je hebt dat boek geschreven over Badr en hij ook nog wel een paar dingen verteld waar hij misschien niet zo blij mee is. Maar ben je dan niet bang dat Badr langskomt en ook jou aan stukjes gaat slaan? Hij zit in Marokko. Ja, maar hij komt vast wel een keer terug, denk. Dat heb je vaak met Marokkanen, die komen uiteindelijk weer terug. Ja. Ja, dat klopt. Nee, loopt het dun al door de pijpen? Ja, het begint een beetje vreemd te ruiken hier de laatste tijd, ja. Ja, maar vanavond zelfs Afrojack, en dat is ook geen kleintje, hè. Die heeft ook bekend vanavond nog het laatste Badr-nieuws, dat hij ook in zijn broek scheidt voor Badr. Tijd, 7 kleuren heb ik gehoord. Ja, jij ook, hè. Nou, zie je wel, dat is gewoon nieuws. En jij dus niet, jij lacht daarom. Je zei, joh, kom maar op, ik pomp je lens. Ik scheid er ook 7 kleuren. Nee, ik pomp, geef nou ik eens een pomp keer je gewoon... Jens. Leuk. Maar even serieus, dat is toch best wel eng? Die man heeft niet zo heel veel provocatie nodig om de gemiddelde de voorbijganger tot pulp te verbouwen. En jij schrijft zomaar een boek met allemaal onaardigheden erin. Ja, heel goed. Ja, nou vertel eens. Nee, dan moet jij dan al antwoord op geven. Ik vroeg iets, dat heet dan een interview. Ja. Ah, oké. Okay. Nou, nee, het antwoord is nee. Mooi. Super, waarom niet? Ja, omdat ik gewoon... dat weet ik ook niet. Ja, we hebben gewoon iemand die het... Je hebt een emotie, heb je, of je hebt het niet. Je hebt jij kent geen angst. Nou, maar ik ken zeker angst. Maar zou jij bijvoorbeeld, Heemskerk, hier durven te zeggen dat Badr Hari eigenlijk maar een slappe flikker is? Durf je dat? Nee. Zou je dat durven, Jan? Zou die in mijn hoofd halen? Ik zou het wel durven, maar ik zou dan ook vervolgens ook naar Marokko gaan, omdat dat de laatste plaats is waar hij me zou zoeken. Maar je zoekt, heel goed. Nee, ik zou dat dus niet zeggen. Hé, maar ook goed, je hebt een boek geschreven en in dat boek staat ook allemaal scoops, waaronder dat die man aan de dopage zit. Ja. Moeten we ons daar eigenlijk over... Hey, dat was geen scoop, hè? Nee, dat is... Nou, prima. Dat is al bekend. Nou, dan pakken we het andere dingetje. Dat, ik probeer dat boek een beetje de lucht in te lullen. De schrijver zelf, de trap erin naar beneden. Ja, maar luister, dat Wesley Snijder verhaal, hè. Daar zorg ik wel leg een dan even uit wat het is, Jan. Oh, ik dacht dat laat je schrijver zelf even doen. Oh ja, leg dat dan eens even uit, Jens. Ja, dan moet je mijn boek lezen. Ja, hoor. Dan leg jij het even uit. Goed, in ieder geval, het schijnt dat Badr, want die schijnt het dus nog wel vaak te doen met ex-voetbalvrouwen. He, want hij heeft natuurlijk, nou heeft hij de juffrouw van Estelle. Niet te veel bijzinnen. Van Gullit. En dan had hij vroeger dus die Ramona van Wesley Snijder. Ramona? Ja, die heeft Badr ook geprikt. Nou, die is aanzien komen, want Ramona Snijder leek mij een heel lief kuis meisje. Maar zo zie je maar hoe je je kan vergissen in de mens. Ramona is toch van die hele gore deodorant? Nee, Rexona is dat. Oh. Maar maakt niet uit. In ieder geval, Badr heeft dus op een gegeven moment tegen Wesley gezegd. Zeg, Wesley, moet je horen, ik doe het nou met jouw ex. En die moet je eigenlijk meer geld geven. Want je hebt geld zat en anders buik ik je kleine harsjes eraf. En toen heeft Wesley een paar vriendjes gebeld. Vriendjes. Ja. Vriendjes. Bah. In Utrecht. Vriendjes. Ja, precies, in Utrecht. En die hebben tegen Badr gezegd. Zeg Badr, luister eens even. Als jij nog één keer onze vriend Wesley lastig valt, dan janken we jou 12 kogels in je pens. Of zo. Zo is het geweest zijn, toch Jens of niet? Ja, zo is het eerst goed gedaan. Ja, nee, dankjewel. En dus, dat was het nieuws. Ja, maar Jens, nu wordt het toch interessant als jij daarop reageert. Ja. Oké, je wilt dat ik wat zeg. Ja, nee, weet je, want... Okay. Ik wil het nou een beetje vol, maar... Ja, dat doe ik expres, nee, maar jij niks zegt. Als jij alleen maar zegt, koop dat boek, kan je het lezen. Ja, daar moet Jan een beetje, zeg maar, de couleur locale... Ik probeer de interview om de ander te laten praten, maar je bent heel veel aan het woord. Maar dan ga ik nu wat vertellen, oké? Ja, oké, ja. Het is eigenlijk zoals je het gezegd hebt. Hij is naar Wesley gegaan. Hij vond dat hij een bonus moest krijgen. En Wesley was het daar niet mee eens. Toen heeft hij een vriendje op hem afgestuurd. En toen heeft hij de bonus niet betaald. Nu vind ik Badr Hari een beetje een engige jongen. Omdat ik denk dat hij moeite heeft met omgaan met agressie. Om het zo maar te zeggen. En daarbij kan hij ook best wel hard slaan. Want ik heb wel eens een wedstrijdje gezien. En dacht ik, ben blij dat ik die tegenstander niet ben. Maar eigenlijk moet je banger zijn voor kabouter Wesley.
Juist. Wel ja, dat heb je ook opnieuw heel goed gezien. En ik zei Kabouter Wesley, waar Kabouter Wesley zei, bedoelde ik eigenlijk die ongelooflijke goede voetballer van die fantastische competitie in Turkije. En je bent een topper. En hoe heet dat wijf ook alweer? Ja, Jolante. Jolante, en Jolante, als je luistert, je bent een talentvol mens. Ja, dat is wel waar trouwens. Ik was laatst bij een of andere show. Oh, was met jou trouwens bij Miss Holland. Toen was zij dat aan het presenteren, maar dan wijfde een lekkere reetje. Nou, onwaarschijnlijk. Maar je zou dus denken dat ze zo'n klein gatje heeft. Maar ze heeft gewoon echt een dikke, volle, ronde reet. Ja, heerlijk. Heerlijke reet. Nou, Jolande. Denk je dat Wesley dat vervelend vindt trouwens? Dat ik zei dat je wijf een lekkere reet heeft? Als iemand zei dat mijn wijf een lekkere reet. Wes! Oude Reus, als je dit hoort en je vindt het niet leuk, dan heeft ze gewoon leuke billen. Shit, joh. Dan ga je een mooi karakter. En een mooi karakter. En als je, nou ja, goed. Jens, weet je nog? Ja, ik luister met heel veel aandacht. Luister eens, waar komt het gekke gedrag van Badder volgens jou vandaan? Want hij heeft helemaal geen nare jeugd gehad, schrijf je. En, nou, wat is het dan? En gooi je dan niet op het Marokkaan zijn? Nee, dat zou niet durven zeggen. Nee, ik ga je verrassen, want ik heb dus een heel boek over die man geschreven. En ik heb geen idee. Oh. Ja, nou dat verrast me eigenlijk goed. Niet. Nou ja, dan probeer ik nog iets anders. Jan probeert nog iets anders. Ja, praat ik de tijd ervan vol. Kan hij ooit weer de top halen? Want het is een beetje klaar met hem eigenlijk nu. Hè? Ja, dat weet hij toch ook niet? Nee, dat weet ik ook niet. Nou, dan gaat lekker. Ik weet wat. Weet je nog iets? Of je iets wil vertellen over het boek of uit het boek wat wij nog niet hebben gevraagd en waar je zin in hebt om het te vertellen? Ja. Nou, ik vind het verhaal met Kia Motors vind ik zelf wel heel erg leuk. Oh! Ja. Wat is het verhaal met Kia Motors, Jens? Is Kia Motors iemand? Jan, is dat Badder als eerste kickboxer in plaats van een grow shop of een coffeeshop of een sexshop een echt bedrijf als sponsor kreeg? Nou, daar zou je natuurlijk heel blij mee moeten zijn. En dat was Kia Motors, was dat? Kia Motors was dat. Ja, nog één keer Kia Motors. Oh ja, dat is dus geen vrouw. Nee, het is een autobedrijf. Ja. Een bedrijf, daar maken we nu reclame voor. Ja. En uit Marokko, dat is nog één keer Kia Motors. Ja, maar wat, dat is de sponsor. En die hadden een heel mooi contract van Badder gemaakt. Precies. En dat heeft hij dus... Kia Motors, zei je? Kia Motors. Wat heeft hij Kia, met een K. Met een K. Pia. Kia Motors. Dit is in Marokko, maar je hebt ook Kia Motors Nederland. Ja, die heb je ook. Ja. En wat heeft Badder met dat contract gedaan? Heeft hij daar zijn bibs mee afgeveegd? Heeft hij 12 Kia's in de prak gereden? Ook. Kia is toch een ongelofelijke lelijke auto? Ja, daar zijn ook de mening over verdeeld. Nee, je zou godverdomme door een lelijke auto gesponsord worden. Je hebt zelfs die taxi Kia's. Nou, en taxi Kia's, god, ik kan leren, Jens. Oh, Jens, volgens mij is de hinde aan het roepen. Jens, ik hoop dat het heel goed gaat met je boek. En ik dank je onwijs voor alle aandacht. Ja, ik denk dat dit praatje, dat levert zeker... Wat hoor ik trouwens? Ben jij zelf ook een gigantische brede kickboxgast? Hoe meen je dat nou? Ja. Hey, Jens schijnt ook zo'n... Reuze bedankt. Jens is ook zo'n gozer. Hij is een hele grote bokser. Oh, volgens mij gaat Jens op. Oh, nou prima. Dag Jens. Dag Jens. Dag. Echte Janne. Ja, precies. Nou, dat was een verhelderd interview. De man die leeft in de nacht in een andere dimensie... onder een dekbed van 1 en 0... de koning van de toekomst, de keizer van het digitale universum... maakt plaats voor die Ed. Hey Eddie, Edje, Eddepet, Ed! Ja, goedenavond. Heb je wel in de gaten dat ik elke week... weer een briljant intro voor je bedenk, Ed? Ja, eigenlijk zou ik ze moeten verzamelen, hè? Je zou het moeten doen, dan ga je gewoon een plaatje maken straks, hè? Ed, kan jij burlen? Nee, dat kan ik niet. Wil je het proberen? Kabouter, echt. Nee, maar stop verzachten. Nee, maar omdat Ed. Nee, maar ik wil niet. Niet Ed, maar jou, maar nee, maar ik wil niet. Omdat je natuurlijk gewoon eigenlijk over ICT en dat soort shit zou praten. En liever niet meer over je privéleven wil hebben. Wil ik toch even terugschakelen naar dat het uit is gegaan met je vriendin. En dat je toch nu wel eenzaam bent. En ook wel alleen. En dat je misschien met burlen iemand kan vinden. Ja. Dus doe dat het dan. Zou kunnen. Heb je het gehoord net over burlen? Heb je geluisterd? Of was je gewoon iets anders aan het doen terwijl je wachtte op dat wij je zouden bellen? Zat je met je... Ik was sowieso iets anders aan het doen, inderdaad. Ja. Oh, leuk Ed. Dus je zat een beetje met je salami te spelen terwijl wij hier ons best zitten te doen. Ja. Nou, hoe dan ook, er was een item over bronstige edelherten en die burlen.
En nu vraagt Jan dus of dat, nee, goed, maakt niet uit. Hey, moet je horen. Ik weet niet of dat de juiste methode is hier. Nee, ik denk het eerst wel. Maar moet je proberen. Ja, probeer maar een keer. Deze week in de krant. De politie gebruikt stealth-sms'jes als opsporingmiddel. Ik had er nog nooit van gehoord. Wat zijn stealth-sms'jes? Dat zijn sms'jes die, eigenlijk gewoon sms-bericht, maar ik die dus niet ziet, omdat er nog een code aan vast zit. En die worden bijvoorbeeld ook door je provider gebruikt als je het buitenland ingaat. En dan krijg je altijd zo, weet je, van die berichtjes van, je bent bij een andere provider aangesloten. Maar dus daarvoor zitten ook nog berichtjes die ervoor zorgen bijvoorbeeld dat je telefoon ook daadwerkelijk op dat andere netwerk wordt aangesloten. Nou ja, okay. Dat zijn onder andere ook dat soort sms'jes. Oké, maar wat moet de politie ermee dan? Je kan daar met die sms'jes kun je dus je telefoon allerlei opdrachten geven. Maak verbinding met een ander netwerk of, je zou bijvoorbeeld ook daarmee je telefoon ergens anders heen kunnen laten bellen of bepaalde dingen, informatie af kunnen laten staan. En, maar in dit geval... de vraag is het een probleem? Nee toch? Het is een extra manier waarop de politie in dit geval je gangen blijft nagaan. Maar dat mag toch helemaal niet? Ja, maar ze sturen dit toch niet naar iedereen, Eddie Pet? Kom op nou, chef, loop nog niet zo te doen. Zie je dan niet zo raar te doen? Ze zullen het niet naar iedereen doen, maar dat is natuurlijk juist een beetje onduidelijk. En, ja, maar Ed, daar nou even op. Als je naar een van de smeerlab zo'n berichtje stuurt en dan kunnen ze hem oppakken. Dat is toch prima, jongens. Applausje, toch? Misschien doen ze het ook wel naar jou, hè? Je weet niet. Dat zou ik ook hebben, nee. Want het is natuurlijk wel een soort van... soort Jan, van nu noemt hij mij nu een smerige smeerlab, maar zo bedoelde ik niet. Maar, Wie noemt jou een smerige smeerlab? Wie noemt jou een smerige smeerlab? Heb jij stemmetjes in je hoofd? Nee. Maar niemand zei dat, hè? Nee, maar ik zei het zo. En dan denk jij misschien dat ik jou zo noemde. Maar dat bedoelde ik niet zo. Zeg, Ed. Ed, heb je gedronken? Ja. Nee, natuurlijk. Ik begrijp niet helemaal dat als je dan live op Radio 1 komt... dat je dan dronken aan de lijn hangt. Nee, is raar. Maar goed, hoe dan ook. Ed, luister eens. Jij mag kaarten weggeven voor een speciale voorvertoning. En de kabouters waren er heel belangrijk deden ze erover... dat dit echt moest zeggen. Ik ga er heel lang over doen, ook nu. Jij als onze kenner van de digitale wereld mag twee kaarten weggeven. Oh, een speciale voorvertoning van de film Jobs. Ja, dat klopt. En dat is een film over het leven van, jawel, Steve Jobs. Wil je daar misschien vier kaarten. Het schijnt trouwens een ongelooflijk saaie kutfilm te zijn. Ja, dat hebben we ook gehoord. Maar... dus wel je allemaal nog... als je naar een ongelooflijke saaie kutfilm kijkt over een ongelooflijke saaie kut vindt. Ja, maar nee, maar luister, hoe gaan we dat doen, Ed? Heb je daar gedachten over? Hoe gaan we dat doen? Misschien moeten we... zullen we maar geen drie nieuwsitems achter elkaar plakken en dat laten oplossen, denk ik? De kaart humor moet je niet trekken. Ik vond het best aardig. Een beetje werken aan de delivery. Lachbandje erachter en gaan. Ja. Hey, zullen we dat gewoon dan even via Twitter doen? @echtejannen. #echtejannen of @echtejannen. Nee, doe maar. Zullen we naar @Ed doen gewoon? Dat ik naar hem toe gaat. Dat hij dan zelf kan zien wie die kaart heeft. Nee, maar dan weet ik precies hoe dat gaat. Dan gaat hij met allemaal van die nerdvriendjes daarheen. Nee, soms lekker bouten. Als we iets weggeven, dan heb ik liever een paar lekkere wijven die dat hebben dan. Goed, lekkere wijven kunnen een tweet sturen naar @echtejannen. En dan leggen wij die officieel voor aan The Ed. Voor hun geloofwaardigheid als potentieel. Gaat Ed kijker ook naar die film? Ga je ook naar die, ga je mee naar die film dan, Eddie? Ik ga vast naar die film, maar op die dag dan moet ik in de jury zitten. Dus dat gaat niet lukken. In de jury zitten? Ja. Waarvan? Van de vierde verdieping. Oh, dat is leuk. Nou, is dat leuk, de vierde verdieping? Ja, gek. Nee, geen flauw idee. Maar Ed... Je bent wel door ons, zeg maar, gaat lekker met jouw maatschappelijke carrière. Nee. Maar, we nemen jou een beetje mee richting de top. Hé, hey, doe niet om me heen praten, Ed. Ik heb je ontdekt. Godverdomme. Heb jij Ed ontdekt? Ja, ik heb Ed bij de hand gepakt. De toppen van het leven. Mag ik dan wel zeggen dat je daar een gevreesde professional van hebt gemaakt, van Ed? Ja, nee, dat is ook zo. Maar, zullen we nog één vraag doen? Nee, hè? Oh, weet je wel, wel misschien toch wel. Er komt geen Nederlands pornofilter. Nou, in. Ja, maar de christenen wilden dat wel. Ed, wat vind je er nou van? Nou, dat vind ik heel goed. Oh, ja, want, ben jij zo'n pornogebruiker? Je moet eens een keer dat toetsenbord van Ed zien. Het is te smerig voor het plakken. Ja, ik heb toevallig laatst schoongemaakt. Maar, een paar miljard nazaadjes, Ed. Hey, ik vind het wel mooi geweest, joh. Kleine skeletjes. Ik ben helemaal vergeten precies te zeggen. Ed, zeg eens wat.
Nou ja, ik de pornofilter om daar ja, precies. Voor mooi. Nou, Ed, bedankt. Ed, bedankt volgende week. Ik hoop dat je ontzettend leuke jurybeurt in de vierde verdieping hebt. Ja, en dan pakken, hè? Ja, oké. Dag, Eddie. Doei. Oh, we gaan even naar de band, want de band houdt niet van wielrennen. Maar wel van vriendschap. Oh ja. Dagboek van de liefdespanter. Ik was dit weekend zeilen met 5 vrienden en dat beviel. Zo goed dat er een vervolgplan werd verzonnen. Een jacht van 11 meter huren een week lang. En dan de grote oversteek naar Engeland maken om daar een potje te golven. Gewoon omdat het kan. Een heel ingewikkeld en bijzonder ambitieus idee om meer dan één reden. De belangrijkste, hoe vertellen we het meisje? Je leert een man pas kennen als je hoort hoe hij een plan gaat verkopen aan zijn vrouw. De een die meldt het zonder omhaal en aanvaardt de eventuele consequenties in termen van pikstraf en beklemmend zwijgen. De ander maakt een plan de campagne dat vele weken ingewikkelde listen, dure etentjes en kleine cadeautjes omspant. De derde ruilt het uitje uit tegen gelijkwaardige wederdiensten. En de vierde heeft een vrouw die als stewardess vaker uit dan thuis is en die moet dus niet zeuren. Wat opvalt is dat al die mannen zo vreselijk aardig zijn voor hun partner. Hoe begripvol en bescheiden, behulpzaam en dociel. Je zou er bijna van gaan terugverlangen naar de tijd dat je de meisjes gewoon in de paardenstaart naar de vuurplaats kon sleuren om ze al daar naar goeddunken te nemen. In plaats daarvan gaan we dus golven in Engeland met de boot. Als de meisjes het goed vinden natuurlijk. Dagboek van de liefdespanter. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik ga dat met z'n wel vol saus met mijn lauwe warme hertenpap. Sorry.